POV, ja. Boven, ja. Dat ik hem even... Dus goede lucht, dat ligt ons allemaal wel aan het uit. Wat we ondertussen zelf hebben gedaan, is op een meer duurzame manier om betere lucht te hebben in onze zee. Dus onze bedrijfswagens, eigenlijk de limiet, die wij hebben sinds oktober vorig jaar. We kijken naar die idee, onze chief procurement, van 110 gram CO2-vergoeding. Ja. Dat heeft wat rumoer teweeg gebracht in onze onderneming, want dan krijg je één keer wat kleinere wagens. Maar goed, met wat gemorst. Lukt dat wel en die transitie is beter, dus onze product is zich aan vergroening en minder vervuilen zijn. Ik denk dat de mensen van communiceren, dat is ook de bedoeling van vandaag, een goede discussie hebben over hoe we die transitie kunnen maken. En ik ben heel erg voor. Ik roep graag minister Pommelijn op om een woord te plaatsen. Van harte bedankt in ieder geval om te komen. Ik heb genot en weer klaar. Goedenavond. Ik kom een klein beetje thuis, want ik ben ooit mijn professionele carrière begonnen bij PBL, de voorganger van ING, waar ik jobstudent was. Dat is al heel lang geleden, in de jaren 80, 70, 80. Maar dat was omdat mijn papa ook bij de PBL werkte. Dus ik ben dan later gaan werken bij de concurrentie aan de overkant. Bij Anhiep, nu AXA Bank. Om toch maar in de politiek terecht te komen. Dank u wel om mij uit te nodigen. Het gaat over een toch wel spraakmakende titel, Pompen of Verzuipen. En dat is redelijk dramatisch als je die titel leest, Pompen of Verzuipen voor de verbrandingsmotor. Vermoedelijk is dat in de eerste plaats om de aandacht te trekken, wat dan ook gelukt is. Aan de andere kant klinkt het toch ook een zekere urgentie, een zekere hoogdringendheid door een zekere noodkreet. Op de vraag of de verbrandingsmotor een einde zal kennen, is het antwoord met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ja. De vraag is wanneer? Alleszins binnen afzienbare tijd. We werken sowieso aan een CO2-neutrale maatschappij tegen 2050. Dat staat ook in het fel bediscussieerde interfederale energiepact die wij hebben afgesloten met de energieministers eind december, dan later bekrachtigd door alle regeringen op Goede Vrijdag. Transport is een heel belangrijk onderdeel van die CO2-neutrale maatschappij en daarmee vertel ik uiteraard niks nieuws. Maar of u mij vraagt of ik een precieze sterfdatum van de verbrandingsmotor
kan noemen of vastleggen, dan moet ik u echt het antwoord schuldig blijven. We hebben in de energienota wel enkele jaartallen opgenomen die richtinggevend zijn. Maar eerlijk gezegd, mijn persoonlijke ambitie reikt verder. Ik ben ervan overtuigd dat de jaartallen die richtinggevend zijn in al die documenten zullen voorbijgestreefd zijn en dat we sneller daar geraken dan hier in die teksten staat. We streven naar een productiestop van fossiele brandstofauto's vanaf 2025, staat er, en een verkoopstop vanaf 2030. En we volgen daarin de Europese streefdata. Ik heb vanmorgen ook in de commissie van het Vlaams parlement het Clean Power for Transport document en de evaluatie besproken. Ook daar heb ik gezegd dat ik geloof dat het sneller zal gaan. Niet tegenstaande wij niet op koers zitten om wat milieuvriendelijke voertuigen betreft de streefcijfers te halen die wij hadden vooropgesteld tegen 2020. Maar ik ben er wel van overtuigd dat alles plots veel sneller kan gaan. We hebben ooit in, ik denk 2003, een commissie Ampère gehad in dit land die moest voorspellen wat het vandaag allemaal ging zijn op het vlak van energie, hernieuwbare energie. Vandaag blijkt dat ze er glad naast zaten. En ik word soms nogal wat voluntarisme en optimisme of te veel optimisme verweten, maar ik denk dat het veel sneller zal gaan. Alleen houden wij te veel rekening met wat vandaag is en nog veel meer met wat gisteren was. Veel te weinig met wat komt, wat de toekomst biedt en wat de innovatie zal zijn. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel actoren die van belang zijn in deze materie. Laat me beginnen bij de instantie waarvan ik de vertegenwoordiger ben, de Vlaamse overheid. Er is ook Europa. Er is ook de auto-industrie zelf. Zowel de ontwikkelaars, maar ook de verkopers. Vanmorgen is dat nog gebleken dat dat ook een pijnpunt is, dat de verkopers die die auto's moeten verkopen niet automatisch naar milieuvriendelijke voertuigen gaan, maar nog blijven hangen bij oude fossiele brandstoffen. Misschien omdat ze de voorraad moeten opkrijgen, maar ik weet, ik ben bij een bank geen kredietverlener geweest. Ik ben ook geen administratief bediende geweest. Ik was de commerciële directeur, de distributie net verantwoordelijke. En het is natuurlijk de top van de bank die zei welke producten moesten verkocht worden. Zo is het ook bij de autoproducenten die aan hun verkoopsnet en hun verkoopsdealers zeggen welke doelstellingen er moeten gehaald worden. En zolang natuurlijk die fossiele brandstoffen ook nog in de cijfers moeten, ja, blijven verkopers natuurlijk auto's aanbevelen. Er is de transportsector zelf, maar er is ook de individuele consument. Een wagen aankopen, dat weet ik uit ervaring, en dat is nog niet veel veranderd, is een emotionele gebeurtenis. Toen ik nog jong was, dan was dat een groot moment. Ons papa heeft een nieuw auto gekocht. En dan werd die auto binnengehaald met veel bombarie. En dan moesten we allemaal mee in die auto om het eerste ritje te maken met de auto. Ik denk dat dat 30 jaar later, of 40 jaar later, misschien ja, niet zo alledaagse, meer een alledaagse zaak is, maar dat het toch nog altijd een belangrijk moment is als de nieuwe auto, de familie of het gezin binnenkomt. De kostprijs is uiteraard ook belangrijk. Elektrische wagens zijn op het eerste zicht althans duurder dan fossiele brandstofwagens. Natuurlijk dat er min kosten zijn, dat er minder onderhoud is en dat die elektriciteit bijvoorbeeld van de elektrische wagen goedkoper is dan de diesel die vandaag toch op recordhoogte staat, dat rekent men in eerste instantie niet mee. Men kijkt naar de kostprijs van de wagen zelf. Er is de algemene mobiliteit of het gebrek aan die algemene mobiliteit. Kortom, als ik opsom wat allemaal belangrijk is, dan heeft iedereen zijn deel van de verantwoordelijkheid. En ik hoor het altijd graag zeggen in het parlement van we moeten onze streefcijfers halen. Dat is meestal als de cijfers zullen gehaald worden. Als de cijfers niet zullen gehaald worden, dan is het de minister zal zijn cijfers niet halen. Maar het zal niet aan mij liggen. Ik sta algemeen bekend om voluntarist te zijn en ik vind dat zelfs een eretitel. Als iedereen een beetje aan de kar duwt, hier in deze bespreking is dat belangrijk, dan kan de boel toch wel vooruit gaan. En dat hebben wij als Vlaamse overheid tot nu toe wel gedaan. Ik ben zeker dat u hiervan op de hoogte brengt, maar ik wil toch nog kort even in herinnering brengen.
Eind 2015 hebben wij het Vlaamse Clean Power for Transport plan voorgesteld. En daar zitten verschillende elementen in. Eerst en vooral het ondersteunen van projecten die het zero-emissie vervoer stimuleren. We hebben 2 oproepen gelanceerd. In totaal zijn 17 projecten gelanceerd die 1,7 miljoen euro ontvangen hebben. Dat gaat dan van projecten met elektrische fietsen, deelauto's, laadinfrastructuur, tot een project dat de batterijen van elektrische auto's zal inzetten om de stabiliteit van het net te verzekeren. Ten tweede hebben we inderdaad tegen 2020 de lat hooggelegd wat betreft het aantal wagens die wij willen zien bollen op de weg. 60.000 elektrische wagens, 40.000 transitie op aardgas. Dat is natuurlijk veel en het ziet er niet zo schitterend uit op het eerste zicht dat wij die 100.000 wagens zullen halen. Maar natuurlijk, als je dan bekijkt wat de andere landen doen, je mag nooit kijken naar degene die slechter doen. We hebben maar 1 Europees land die op dit moment echt beter doet dan Zweden. Voor de rest, Nederland is ook goed bezig, maar we zitten niet aan de start van het peloton. Maar toch is dat veel te weinig. Het moet beter, het kan ook beter. Ik heb vanmorgen nog gezegd dat misschien ik tot mijn grote ontgoocheling mijn cijfers niet zal halen tegen het einde van de legislatuur of toch de aanloop naar 2020, maar dat ik er wel alles aan zal doen om de volgende minister van Energie tegen 2024 dan zijn cijfers wel te zien halen. Ik ben overtuigd dat dat kan. Onlosmakelijk verbonden met het ganse verhaal is de laadinfrastructuur. Eerlijk gezegd vind ik het af en toe een vals argument. Maar goed, we hebben een laadpalenplan opgemaakt. Wij streven naar 2500 laadpalen of 5000 laadpunten tegen 2020. En het zijn de distributienetbeheerders, Yandis en Infrax, die deze opdracht nu voor hun rekening nemen. En voor alle duidelijkheid, zij zitten perfect op schema. Ze hebben beloofd dat nu tegen de zomer de helft van 2500 laadpalen er zullen staan. En bijna elke gemeente in Vlaanderen heeft nu minstens 1 publieke laadpaal. Door de inspanningen van de distributienetbeheerders is het nu zelfs zo dat wij meer en meer laadcapaciteit hebben. Lange tijd was de Vlaming bang omdat er onvoldoende laadcapaciteit was. Maar dat argument gaat het dus niet langer op. De laadpaalinfrastructuur ontwikkelt zich in een vrij snel tempo. En vooral de privésector zal ons daarbij helpen en helpt ons daar ook bij. Ik heb een aantal snellaadpunten ook in tankstations geopend. En dat gaat heel snel. Ik ben vorige week nog met mijn kinderen naar Frankrijk geweest, vlakbij Parijs, naar Astrid Park. Nieuw hotel, dit jaar geopend, een batterij aan, laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Niettegenstaande in Frankrijk bitter weinig elektrische wagens rondrijden. Maar ze zijn erop voorzien. Dat betekent dat alle private spelers die geen laadinfrastructuur hebben, in de problemen komen. Want een aantal klanten zal zeggen, ja, daar gaan we niet meer naartoe. We hebben daar geen laadinfrastructuur. Dus ik heb al de Mark Koekes van Paradijsa en de Gert Verhulst van Plopsaland verwittigd dat ze toch wel hun best zullen moeten doen om dat te voorzien. Zal ook gebeuren. Het zal niet de overheid zijn die ze plaatsen. Ik heb gezegd van een beetje een vals argument, omdat ook de cijfers vrij duidelijk zijn. Hè? Gemiddeld rijdt de Vlaming 23 kilometer per dag met zijn auto. Het is dan een beetje een vals argument om dat als het belangrijkste argument te gaan aangrijpen om geen elektrische wagen te kopen. Maar natuurlijk, het gaat om die ene uitzondering of die bijkomende uitzonderingen op een jaar, dat men zegt van ja, als wij dan van Oostende, waar ik woon, naar Paradijsa moeten, dan moeten we daar wel heen en terug geraken als daar nog geen laadpalen staan, hè, meneer de minister. En als wij naar Wallonië willen, naar de Ardennen, naar de Hoge Venen om te gaan skiën en staan daar geen laadpalen, dan geraken wij niet heen en terug. En ze hebben nog gelijk ook. Want natuurlijk, mijn collega in Wallonië heeft al gezegd, Bart, we gaan ervoor zorgen dat Wallonië zich aansluit bij het CPT-plan die jullie in Vlaanderen op dit moment opgemaakt hebben, want het heeft weinig zin om elektrische wagens in Vlaanderen te stimuleren als in Brussel en Wallonië er geen laadcapaciteit is. 23 kilometer per dag is wel bijzonder weinig, dus dat betekent dat heel veel mensen die in een stad wonen en niet ver van hun werk, dat die gerust een elektrische wagen kunnen kopen. En de laadcapaciteit verbetert. Ook gemiddeld rijdt een Vlaming
Of 80% van de Vlamingen rijdt trouwens ook niet meer dan 50 km per dag. Uitzonderingen zoals journalisten of handelsvertegenwoordigers of vice-minister-presidenten die op een dag heel veel kilometers op korte tijd moeten afleggen. Dat zijn inderdaad de uitzonderingen en ik geef eerlijk toe, ik had tot voor kort via mijn opvolger een Tesla. Ik heb die nu eventjes moeten wegdoen, want Antwerpen, Brussel, Antwerpen, Hasselt, Antwerpen, dat ging omdat Annemie in Antwerpen woonde en zeer centraal. Maar aan de kust ja, was er nog geen laadcapaciteit. In mijn eigen stad zelfs geen snellader of ik moest bij de concurrentie gaan. En voor mij was dat niet haalbaar. Maar natuurlijk, naarmate de snellaadcapaciteit vordert, is dat binnenkort wel weer haalbaar. En moest ik nog minister opnieuw moeten worden, dan ben ik er zeker van dat mijn volgende wagen opnieuw een elektrische wagen is. Want iemand die met een elektrische wagen heeft gereden, daar bestaan wetenschappelijke studies voor, daar zegt bijna 97% dat hij die niet meer zou willen missen. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk argument. We hebben ook de zero-emissiepremie ingevoerd. En de zero-emissiepremie zou normaal gezien dit jaar gedaald zijn. Maar we hebben dat niet gedaan. We hebben beslist ze op dezelfde hoogte te houden tot en met 2019. Waarbij de goedkopere modellen, om de criticasters af en toe wel eens de mond te kunnen snoeren, de goedkopere modellen ook de hoogste premies krijgen. Er is nogal dikwijls kritiek van, ja, allez, enfin, iemand die een dure wagen koopt, wat is die dan met zo'n premie? Dat maakt het verschil niet. We hebben dat juridisch laten onderzoeken en we hebben gezegd van, bon, de hogere, duurdere wagens krijgen wel een lagere premie, maar ze moeten wel ook een premie hebben, anders krijg je een ongelijkheid. Dus we hebben de premies voor auto tot 4000 opgetrokken. En daarnaast een belangrijke nieuwe categorie van e-emissie zero voertuigen, die kan ook gebruik maken van een premie. Dat is doelbewust geweest, de elektrische motors, de elektrische scooters. Ook daar hebben we gezegd van oké, het gaat wat minder snel met de wagens, met de auto's. Laat ons het budget die we daar hebben voorzien ook gebruiken om motors en scooters te stimuleren. Want als u overweegt om een nieuwe scooter te kopen, dan is het ook beter dat u een elektrische koopt. Ook omwille van het lawaai. Er zijn mensen die dat graag horen, dat lawaai, maar ik ben daar toch geen grote voorstander van. Tot 1500 euro en maximaal de helft van de aankoopprijs. En we hebben ook, daar ben ik ook verantwoordelijk voor, de fiscaliteit vergroend. Wie een zero-emissiewagen koopt, betaalt geen inschrijvingstaks en betaalt ook geen verkeersbelasting. Wat gas betreft is dat tot 2020. Wat elektrische voertuigen is dat voor de duurtijd van de auto. En dat zijn natuurlijk dingen die mensen die auto's kopen nog niet altijd mee incalculeren. Samengevat, we zijn in hoofdzaak bezig met het positief stimuleren richting zero-emissie vervoer. Wij belonen de aankoop van groene wagens met aankooppremies en fiscale stimuli. Wij willen ook organisaties en bedrijven die ons helpen daarmee ondersteunen. Wij willen niet verbieden, wij willen niet straffen. Wij willen wel belonen, stimuleren en motiveren voor degenen die meest milieuvriendelijke keuzes maken. We stellen vast, studies tonen inderdaad aan dat meer en meer consumenten de keuze maken. Niet alleen dankzij de premie, maar ook ten gronde omdat ze overtuigd zijn van een milieuvriendelijke wagen. En dat vind ik echt heel belangrijk. Gans het energietransitieverhaal, dat is niet alleen met energieefficiëntie zo, dat is ook niet alleen met hernieuwbare energie, met zon en wind en warmte zo. We zoeken een draagvlak. Mensen moeten overtuigd zijn van het feit dat wat ze doen goed is. Voor het milieu, voor de komende generaties, maar zelfs ook voor hun portemonnee. Dat is geen schande dat de portemonnee er op termijn ook beter van wordt. Sommigen zijn zelfs bezig hun wagens te vervangen door fietsen en speedelects. Ik kan het alleen maar toejuichen als ik zie welke grote successen de elektrische fietsen op dit moment hebben. Dan zie ik dat vandaag mensen fietsen gebruiken waar ze vroeger wagens gebruikten, zelfs openbaar vervoer gebruikten. In mijn eigen stad was het nogal dikwijls moeilijk om met een fiets te gaan wegens de hoge windsnelheden. U weet, het waait nogal dikwijls aan de kust. Het is ook veel zon aan de kust, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat was nogal dikwijls de reden om niet met de fiets te gaan. Veel meer mensen schaffen zich nu een elektrische fiets aan en rijden ook bij
ja, wat minder weer met een fiets, waar ze vroeger de auto hebben genomen. En ik zelf ook. Hè. Ik heb vandaag mijn fiets genomen vanuit het kabinet naar het parlement. En ik moet eerlijk toegeven, als je van het kabinet naar het parlement gaat, ik zit aan het Martelaarsplein, Kreupelenstraat, dat is omhoog. Hè. En als je dat met een gewone fiets moet doen, dan is dat niet evident. Dat is geen probleem als ik in mijn sporttunieke ben. Maar meestal kom ik werken in mijn kostuum met een das aan. Als je dan bezweet, moet in het parlement toe komen. Wel, met die elektrische fiets is dat geen enkel probleem. Daarboven, als het parlement gedaan is, dan kun je je lekker naar beneden laten glijden, om het zo te zeggen. Wij denken dus dat ook autoverkopers massaal hun best zullen doen in de toekomst om de klanten attent te maken op de bestaande ondersteuning en hun de weg te wijzen naar zero-emissievervoer. Al moet wel gezegd, en ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat het aanbod van elektrische wagens te beperkt is. En dat dat ook een heel belangrijke rol speelt. Ik heb het daarnet al gezegd, de emotionaliteit rond de keuze van een wagen. Je hebt mensen die hun leven lang bij eenzelfde merk blijven zweren. En als dan hun merk nog geen voldoende aanbod heeft aan elektrische wagens, dan, ja, dan blijven ze dat uitstellen. Er werd gedacht dat dit jaar, 2018, de grote doorbraak zou zijn. Ik had dat ook gehoopt. Maar nu spreekt men toch al bij bepaalde merken in een aanbod van 2019 en 2020. Ik ben naar het autosalon geweest, ik heb daar eens rondgekeken. Ik had eerlijk verwacht dat daar een veel groter aanbod al ging staan. En voor mij was dat wel een beetje een ontgoocheling, dus ik hoop dat de volgende jaren daarin beter zullen zijn. Nu, dat betekent niet dat we niet vooruitkijken. We hebben een plan 2020 en we zijn nu bezig aan de opmaak van het plan 2030. Wij moeten een doorstart maken. Dat is ook zo met hernieuwbare energie, dat is met alles zo. Men vraagt van politici visie, men vraagt vooruitkijken. Wel, we moeten dat ook doen. En dat betekent, als we half 2018 zijn en we moeten cijfers halen tegen 2020, dan moeten we ons best doen om die cijfers te halen, maar dan moeten we nu al bezig zijn waar we naartoe moeten, richting 2030. En dat plan wordt nu opgemaakt en zal ik nog voor de zomer op de tafel van de Vlaamse regering neerleggen. Uiteraard rekenen wij erop dat dat aanbod zal toenemen. En ik heb daar goede hoop op. Als ik zie welke grote merken allemaal aankondigen om te schakelen naar elektrische voertuigen en waar de productielijnen van elektrische voertuigen worden opgestart, dan is dat zeer hoopgevend. En ik denk, ik ben er bijna zeker van, dat dan ook de aankoopprijs van de elektrische wagens zal dalen. Nu, hoewel de laad- en tankinfrastructuur beter is dan veel mensen denken, want als je langs de autosnelwegen kijkt en goed kijkt, dan zie je ze staan. Alleen, de mensen merken ze nog niet op omdat ze ze niet nodig hebben. Maar langs de autosnelwegen in Frankrijk, Duitsland, staan die snellaadinfrastructuur. En ik denk dat wij dat goed moeten monitoren. We hebben nu op dit moment, denk ik, eerlijk gezegd, iets te veel laadcapaciteit voor het aantal elektrische wagens. Nu, 80% van de mensen laat ook hun wagen op thuis of op het werk. Dat zien we vanuit studies in Nederland en dat zal niet anders zijn hier. De combinatie met zonnepanelen zal daar ook wel een rol in spelen. En ik denk dat het belangrijk is dat de laadinfrastructuur goed gemonitord wordt. Ik heb al ook gezegd, langs de kust en langs de toeristische centra moet er nog veel meer komen. Dat is veel te weinig. Dat zal toch wel ook op een bepaald moment een versnelling hoger moeten schakelen. Nu, een voldoende divers en vooral betaalbaar aanbod heeft ook veel, zo niet alles, te maken met de batterij die onder de motorkap zit of in de koffer zit. Verdere technologische ontwikkelingen zullen onvermijdelijk leiden naar sterkere batterijen die de auto's een grote rijkwijde geven, waarbij we toch moeten aandacht hebben voor de grote milieu-impact of de enorme milieu-impact die de productie van batterijen met zich mee zal brengen. Het is daarom dat wij absoluut willen inzetten op circulaire economie. Nu, elektrisch vervoer, dat is niet alleen auto's. Dat spreekt ook voor zich. Ook lichtere voertuigen kunnen elektrisch worden aangedreven. Het aanbod moet daar ook nog groter worden. We moeten ook meer inzetten nog op publiek en gemeenschappelijk vervoer. We moeten meer en meer overstappen op waterstofbussen of elektrische tramtoestellen. Het juiste vervoermiddel op het juiste moment, zolang het maar zero emissie is, dat is de juiste keuze. Het verheugt me dan ook dat ik een klein begrotingsoverschot had bij de begrotingsaanpassing een paar weken geleden, dat collega Weitz beslist heeft om zijn overschot in te zetten op extra
elektrische bussen. Ik denk dat dat ook wel een goede keuze is. Nu, we zullen de beweging die zich vandaag ook langzaam inzet, met name de nichevloten zoals taxis of deelauto's, die overschakelen op zero-emissievoertuigen, zeker blijven aanmoedigen. Dat is ook een beetje de rol van de lokale besturen, hè? Als wij een lokaal bestuur zijn en we moeten een vergunning uitreiken voor een taxi, ja, dan moeten wij natuurlijk wel zorgen dat die vergunningen aangepast zijn aan hetgeen wat wij willen. Zijnde vergunningen afleveren voor taxichauffeurs en taxibedrijven die enkel met vervuilende wagens rijden, dat is wat mij betreft toch niet aan de orde. Maar goed, dat is lokale autonomie. Ik beloof alvast, als ik in Oostende mee aan het bewind zal komen, dat ik daar toch zeker zal opletten. Voor het zwaardere vrachtvervoer is zero-emissierijden nog geen evidentie. Maar ik heb er ook goede hoop op. Ik ben er optimistisch in. De batterijontwikkeling en de waterstoftechnologie zullen hier toch solaas in brengen. Ik kan niet onder stoelen nog banken steken dat ik een ongelooflijke believer ben in waterstof. Niettegenstaande we wel zien en voelen dat de autoproducenten niet echt volgen. Hè. Er zijn bitter weinig merken die waterstof op de markt brengen. Ik denk dat Toyota dat wel heeft. Er is op dit moment ook nog maar één waterstoftankstation in Vlaanderen. Niettegenstaande wij er 20 hadden gehoopt te hebben tegen 2020. Maar ik denk eerlijk gezegd dat waterstof toch wel op bepaalde vlakken, zeker op vrachtwagenvervoer, toch wel nog een mooie toekomst heeft. Nu, ik zal stilaan afronden, want jullie hebben nog een flinke avond voor de boeg. En ik ook trouwens. De weg naar 100% zero-emissievervoer is zeker nog lang. Maar het zal misschien wel wat korter zijn dan wij vandaag denken. We moeten blijven stimuleren, we moeten blijven ondersteunen, maar we moeten ook geduld hebben. Als het natuurlijk elke dag is van je had een cijfer en je hebt dat vandaag niet gehaald, en dus geven we het maar op, dat is niet de bedoeling. Ik toon dat altijd zo. Hè. Als je gaat met vernieuwing, dan gaat dat niet zo. Hè. Op een bepaald moment gaat dat zo en dan gaat dat heel sterk versnellen en dan krijg je een berekening die niet gebaseerd is op vorig jaar of het jaar ervoor en dat mag je ook nooit doen. Veel mensen maken die fout, ze zeggen van ja, maar ja, je hebt in 2016 en 2017 maar dat gehaald, dus zul je ook in 2018 niet meer halen. Het tegendeel is bewezen, hè. Wat betreft hernieuwbare energie hebben ze langs alle kanten gezegd dat ik dat nooit kon halen. In het parlement, ook in de media. Tommelijn was te optimistisch, Tommelijn was te voluntaristisch, Tommelijn had te veel ambitie en hij rekende zich rijk. Maar de resultaten liggen er wel. In 2016 en 2017 hebben wij wel degelijk onze doelstellingen op het vlak van zon en op het vlak van wind in Vlaanderen gehaald. Nu, de uitdaging is nog groot, hè? Maar er zijn natuurlijk weer mensen die zeggen, ja, maar als ik dat samentel van wat je gehaald hebt in 2016 en 2017, betekent dan toch niet dat je je cijfers in 2018 en 2019 zou halen. Nee, maar we moeten ook veel meer doen. En het potentieel is nog zeer groot. Ook op het vlak van zero-emissievoertuigen. Ik denk als het aanbod vergroot, als de technologie goedkoper wordt, als de mensen overtuigd geraken dat een fossiele brandstofmotor geen lange termijn meer beschoren is, dan kan het snel gaan. Nu, als minister zal ik steunen en zal ik sturen waar ik kan, waar het uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden ligt. Ik verwacht toch echter ook dat elke stakeholder doet wat hij moet doen, doet wat hij kan doen. Vandaag zijn er hier al een pak organisaties die meetimmeren aan de weg. Waarvoor dank. Laten we dus de handen in elkaar slaan voor een zeer groene mobiliteit. Laat ons hopen dat het veel sneller gaat dan veel andere mensen denken. Ik ben er alvast van overtuigd dat dat ook zo zal zijn. Ik heb vanmorgen, om af te sluiten, aan mijn collega Andries Griffa van N-VA gezegd van laat ons binnen 10 jaar eens afspreken op de dijk van Oostende, waar wij samen een kopje koffie of iets anders zullen drinken en zien wie gelijk zal hebben. Ik denk dat ik gelijk zal hebben dat de fossiele brandstoffen op dat moment bijna volledig uit beeld zullen zijn verdwenen. Alsjeblieft, dank u wel en nog een goede avond. Dank u wel, meneer de minister. Ik dacht dat u geen glazen bol had, hebt u ons een kwartier gezegd, maar op het einde had u die toch
wel. Ik apprecieer hoe u zegt eigenlijk hoe dat een aantal zaken die worden opgeworpen tegen EV's niet altijd van doen zijn. Wij hadden net als u gedacht dat 2018 een kanteljaar wordt. Dat is misschien nog een punt waar de overheid op in kan zetten om eigenlijk dan naar de constructeurs te vragen hun elektrische en andere zero-emissievoertuigen meer naar voren te zetten. Ik was blij dat u de titel Pompen of Verzuipen voor de verbrandingsmotor een accurate titel vond. Eer wie ere toekomt. Dit komt van een artikel van Goele de Kort van de Standaard van begin januari. En dus Goele was hier vorig jaar moderator bij het vorige panelgesprek. En dus ik vond dat dit een heel goede was om de avond verder aan op te hangen. Ik heb op Twitter al een paar zaken zien voorbij komen. U kan de hashtag pompen of verzuipen gebruiken. Wij hebben net de minister gehad. Rick Vera zal ons nu eigenlijk de toekomst van de mobiliteit aanschouwelijk maken. Om een goede basis te hebben voor ons panelgesprek zal Wim Verhoeven van Emissia daarna ook nog aangeven hoe het eigenlijk gesteld staat met de huidige stand van zaken van emissies van motoren. En dan starten wij eraan onder de strenge leiding van Luc Pauwels, VRT-journalist. U ziet hier heel veel stoelen staan. Eén zal leeg blijven. Vlaams parlementslid Paul van Miert van de N-VA heeft deze namiddag moeten afhaken. U weet dat de plaatselijke verkiezingen er aankomen in oktober. Er zijn morgen lijsten die worden bekendgemaakt en blijkbaar is het fine-tunen, zal dit nachtwerk worden. Ik geef graag het woord aan Rick Veren. Goed. Dank je wel, ING, om hier te mogen zijn. Dit is ook niet de eerste keer dat ik hier ben, trouwens, in deze zaal. Bedankt ook dat u mij uitgenodigd hebt. Ik denk dat we één ding absoluut gezamenlijk hebben. Dat is de ambitie om ons wereld zo snel mogelijk zero emission te maken. Dat delen we. En ik heb vandaag ook, en ik ben heel positief gestemd, en ik ga het in autotermen zeggen, wij hebben een minister die hier vandaag ABS getoond heeft. Ambitie, hij wil het beter en hij wil het sneller. En meestal is het zo dat ministers een beetje achterhinken op de industrie. En ik heb hier iemand gezien die voorloopt op de industrie. En ik neem me voor, en er zitten nog een aantal gelovers, ik denk dat we een groot terras gaan kunnen maken op de dijk binnen 10 jaar en zeggen van, zie je wel, het is gebeurd, het is over. En ik ben ook een grote gelover. Ik ben niet neutraal, dat zeg ik er meteen bij. Ik ben heel sterke gelover in dit. Het ging hier over het kanteljaar 2018. Ik denk dat we het kanteljaar allang hebben gehad. Ik denk dat we allang gekanteld zijn. En meestal is het zo met kantelmomenten, we hebben dan niet altijd meteen door dat we gekanteld zijn. En ik denk dat de Maya's gelijk hadden. De Maya's zeiden dat op dit ogenblik de wereld ging vergaan. Ik denk dat de wereld niet vergaan is, maar de wereld is gekanteld. De wereld is niet alleen gekanteld voor automotive, de wereld is gekanteld op heel veel vlakken. En automotive is daar maar één aspect van. En die kanteling die kunnen we niet meer teniet doen. En ik zei al, ik ben niet neutraal. Ik ben een Tesla-rijder. Ik heb een Tesla gekocht en ik ben een overtuigde Tesla-rijder. En ook dat zei de minister heel correct. Eens je elektrisch gereden hebt, moet je nooit wat anders hebben. En ik heb Tesla ontdekt gewoon in een taxi. Op Schiphol, taxibedrijf dat op Schiphol rijdt, moet vanwege de overheid, vanwege Schiphol, moet elektrisch rijden. En daar heb ik de allereerste keer met een Tesla gereden. Ik ben uit die Tesla gestapt. Ik heb naar mijn vrouw gebeld en gezegd, ik ga iets gek doen. Ik ga een Tesla kopen. En ik heb die online gekocht diezelfde avond. Laat alle
fabrikanten maar vertellen dat mensen nog een showroom nodig hebben om auto's te kopen. Ik ben het levend bewijs dat dat niet noodzakelijk zo is. En waarom heb ik er een gekocht? Dat is de reden. Ik ben een fucking crazy lunatic dat ik een Tesla gekocht heb. Want laten we eerlijk zijn, wat heb ik gekocht? Ik heb een grote batterij gekocht. Ik heb 2 wasmachinemotoren gekocht. Ik heb een grote iPad erin. Er zitten 4 stoelen in. Er staan 4 wielen aan. En ik heb een shitload of money betaald voor ja, dat batterijpak met 2 wasmachinemotoren. En het toppunt van al is dat ik ook tegelijkertijd nog werk voor Tesla. Tegelijkertijd ben ik een datacollector voor Tesla en help ik Tesla ook elke kilometer dat ik ermee rijd, die auto beter te maken. Want al mijn data worden verzameld en al mijn data worden gebruikt om steeds verder te gaan in autonoom rijden van Tesla's. Ik word daar niet voor betaald, ik heb daar heel veel voor betaald. Maar ik krijg er ongelooflijk veel plezier voor terug. I love it. En ik weet dat het misschien geen hele rationele keuze is, maar ik ben graag een van die piraten die denkt van hé, we waren er als vroeg bij en ik was lang niet vroeg bij. Er waren mensen die er nog veel vroeger bij waren. Maar binnen 10 jaar gaan we kunnen zeggen wij hebben die beweging in gang gezet. Voor heel veel mensen is het slecht nieuws. Voor heel veel mensen is dit einde van de wereld, dit gekantelde wereld, slecht nieuws. Ze vinden het niet fijn. En wat is er eigenlijk aan het gebeuren sinds dat moment, die 2012? Dat is dit. Software is eating the world. Het is een uitspraak van Marc Andreessen. Marc Andreessen is de founder van Andreessen Horowitz. Is een groot venture capitalist in Silicon Valley. Ik vind het ook altijd zo mooi. Hier in Europa spreken we over risicokapitaal. In Silicon Valley heet dat venture capital. Zegt heel veel over de mindset. By the way, deze foto is niet gefotoshopt. Marc Andreessen ziet er zo uit. Maar ik hou van zijn uitspraak. Software is eating the world. En we hebben dat al gezien. Hè? Ik bedoel, de muziekindustrie is herschreven door software. Taxi-industrie is gedisrupt door software. De hotelbusiness is gedisrupt door software. De retail, dat is een apocalyps op dit ogenblik in die landen, United States op kop, waar e-commerce al heel ver doorgedrongen is. En disruptie is niks nieuws. Disruptie kennen we al heel lang. Dit is misschien wel het mooiste disruptieve model ooit. En als we denken dat disruptie snel gaat, het ging vroeger ook snel. Dit is de disruptie van het gaslicht. Het gaslicht heeft perfect bestaan vanaf de oorsprong 1790 tot 1910. Alleen in 1879 kwam er ineens een concurrent, het elektrische licht. En er is enorm tegen geknokt. Er zijn nooit meer patenten ingediend om dat gaslicht te verbeteren. En hou dat even vast met alles wat er op het moment in de automobielindustrie aan het gebeuren is, op dat moment om het gaslicht nog in leven te houden. En amper 30 jaar later was het helemaal verdwenen en vervangen door elektrische licht. Dus het is niet de eerste keer dat het gebeurt. En we hebben het ook zien gebeuren met het paard en de auto. Kijk eens hoe snel het gebeurd is. Een straatbeeld uit 1900 en een straatbeeld uit 1913, exact dezelfde straat, Fifth Avenue in New York. Zo snel gebeurt disruptie. Het is niet nieuw. En wat is de kern van disruptie? Dat is niet... Ja, dit is er gebeurd. Hè. We hebben de auto letterlijk in het paard letterlijk in de motorkap gestopt. En in het begin zagen die dingen er ook uit als een koets zonder paard ervoor. Zoals een Tesla er eigenlijk nog altijd uitziet, gewoon als een auto zonder een combustion engine erin. Wat eigenlijk een beetje teleurstellend is. Dit is er aan de hand. Het zijn niet andere bedrijven. Het zijn wij als veranderende consument die ineens dingen fijner gaan vinden. En bedrijven en bedrijfsleiders hebben dat niet altijd door. Dit is Jamie Dimon. Kent iemand Jamie Dimon? Jamie Dimon, CEO van JP Morgan Chase, grootste Amerikaanse bank. In mei 2015... Dat is 3 jaar geleden, schrijft hij een brief aan zijn aandeelhouders, zeggende ik lig 's nachts wakker. En hij geeft aan, ik lig 's nachts wakker, niet van een bankencrisis, ik lig 's nachts wakker van de start-ups in Silicon Valley. Van de jongens en meisjes die bezig zijn, je kent ze op de flip-flop met de ponytails en de hoodies, die bezig zijn met het ontwikkelen van software. Ze vreten mijn businessmodel op. En hij geeft aan, ik heb 3 dingen gigantisch onderschat. Het eerste wat ik onderschat heb is de impact van de digitalisering van de samenleving. Ik heb lang gedacht, het is een laagje bovenop de oude samenleving, maar het heeft de hele samenleving veranderd. Daardoor, en dat is het belangrijkste, is er een nieuwe klant ontstaan. En wij als bank zijn veel te veel bezig geweest met onze eigen interne processen en we zijn die klant uit het oog verloren. En die klant is geëvolueerd.
En het is veel sneller gebeurd dan we ooit kunnen inschatten hebben. Hij praat over een digitale tsunami. En wat is er eigenlijk aan de hand? Dat is dit, het strandstoelenmodel. Hij als bank, stel dat zijn businessmodel niet de bank is, maar strandstoelen verhuren op een overvol strand in Rimini. Elke ochtend staat hij op en probeert hij zijn businessmodel te verbeteren. Want dat is het enige wat hij kan doen. Kleinere stoeltjes, ze dichter bij elkaar zetten, ze in China gaan kopen. Dat is een businessmodel en dat constant verbeteren. En dan komt er een tsunami aan, die digitale tsunami. En wat gebeurt er voor een tsunami aan land komt? Je strand wordt breder. En wat gaat je brein je vertellen? Je brein gaat je vertellen, oh, opportuniteit, ik ga strandstoelen bijzetten. Meestal is dat een ultiem signaal dat er echt iets aan het gebeuren is. Ineens zie je businesses nog even opflakkeren. Zie je businesses nog enorm bezig met het oude. Zie je nog allerlei nieuwe dingen bedenken. Het strand wordt breder, ik ga strandstoelen bijzetten. En je kijkt op en je gaat die golf zien aan de horizon en je brein gaat die golf minimaliseren. Je gaat zeggen, oh, die golf die is niet zo groot en die golf, die impact gaat niet zo enorm zijn en ik heb nog veel tijd. Dit zijn de fases waar je doorloopt op het ogenblik dat er iets nieuws aankomt wat je niet fijn vindt. En we kunnen maar even nadenken waar op dit ogenblik de gemiddelde automobielindustrie zit. Kijk ook even waar de taxibusiness op dit ogenblik ongeveer hangt. Ik denk in de tweede fase, anger, nog steeds. Ze moeten nog een aantal fases door. De slimme bedrijven die surfen op die golf. Toen die golf nog klein was, gingen die er al op zitten. Ga even naar e-commerce. E-commerce, wij klagen er nu over hier in Vlaanderen, maar de eerste jongens en meisjes op e-commerce... Het eerste was Jeff Bezos. Het internet is in ons leven gekomen in 1993. Jeff Bezos was in 1994 al bezig met e-commerce. Zo vroeg zat hij op die golf, wist hij van, ik heb twee opties. Of ik blijf stomweg op dat strand zitten en ik hoop dat het niet gebeurt. Of ik ga mijn surfplank pakken en ik ga op dat golfje surfen. En als die golf een tsunami wordt, dan zit ik er niet onder, dan zit ik erop. En dat is het grote verschil. En ik denk dat we ook in verband met de automotive die keuze hebben. Dit is de keuze. Kodak. Iedereen die dit ziet, die gniffelt. Ah, dommerikken. Ze hebben de digitale fotografie uitgevonden en vervolgens zijn ze er onderuit gegaan door de digitale fotografie. Wie heeft dat gedaan? Wij hebben dat gedaan. Kodak heeft altijd gedacht, digitale fotografie, mensen gaan dat nooit doen. Mensen gaan vasthouden aan dat filmrolletje. Weet je nog hoe dat deed, filmrolletje? Dit is trouwens een app. Je kan die downloaden op je telefoon, als je het nog een keer echt wil beleven. Wat kun je dan doen? Dan moet je een foto nemen door dat kleine dingetje kijken. Dan moet je 22 foto's nemen, dus je drukt daarop en dan moet je dat doorwinden, hè, naar de volgende foto. En je kan pas de foto's bekijken als je er 36 genomen hebt. Nee, eerst nog 4 dagen wachten, want ze moeten nog ontwikkeld worden. Dus als je het eigenlijk nog een keer wil beleven, dan moet je dat doen. Niemand doet dat, want... Dit kwam in ons leven. 1,3 megapixel. Helemaal niet goed. Dat is hetzelfde wat nu verteld wordt. Ja, maar die auto's die zijn nog niet goed genoeg en dit en dat en dat. Digitale fotografie was ook niet goed genoeg. Maar het bracht dit. Het was sneller, makkelijker, easier, more simple en het gaf ons more fun. En dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet over de kwaliteit van het product, het gaat over de customer interface. En als die customer interface het ons leven makkelijker maakt, dan gebeurt het heel snel. Tussen de toppunt van het filmrolletje en het verdwijnen ervan, amper 12 jaar. En dan zie je ineens een tweede curve die naar beneden gaat. Digitale camera's. In 2007, wat gebeurde er in 2007? De iPhone kwam in ons leven. En ineens was de iPhone nog veel makkelijker dan die digitale camera. Dus nog een keer een bewijs, het gaat hem over consumentengedrag. Wij zijn het diegenen die alles veranderen. Ja. Het lijkt heel sterk op dat beeld van die paarden en die auto's. De paasverkiezing in 2005 en de paasverkiezing in 2013. De komst van de iPhone, de komst van de smartphone. Zo impactvol is dat geweest. Dus wat we moeten onthouden is, de grootste disruptors zijn wij zelf. En daarom geloof ik dat we voorbij dat kantelmoment zijn. Omdat wij als consumenten rijp zijn voor die toekomst van automotive. Dit is in ons leven gekomen. Dit gaf ons superpowers. Het internet. 1993. We gingen op het internet. Wie is nu niet op het internet? Zie je, internet wordt zoals lucht. Je zit constant op het internet. Je denkt er niet meer over na, maar je kan het niet meer missen. Net zoals lucht. En toen kwam dit in ons leven. So, die iPhone. iPhone is like having your life in your pocket.
Steve Jobs, 2007. iPhone is like having your life in your pocket. En ineens kregen we toegang tot de hele wereld. Constant. Op elk moment. En ineens waren wij aan zet. Dus je krijgt gigantisch veranderend consumentengedrag. Ik ga het nu niet doen, maar je moet bij een keer bij jezelf de test doen. Je smartphone even, je moet het nu niet doen, maar in gedachten even doorgeven aan je buurman of vrouw. Dat doe je niet. Je vindt dat niet fijn. Het voelt zoals het doorgeven van je vuile ondergoed aan elkaar. Je doet dat niet. Dit zijn de grootste angsten van onze generatie geworden. Waarom? Omdat we zonder die smartphone niet meer kunnen. Omdat die smartphone ervoor gezorgd heeft dat wij zombies zijn geworden. Smartphone-zombies. Om maar aan te geven hoe sterk ons menselijk gedrag veranderd is. Hoe verslaafd wij zijn geworden aan dat ding. Nee, hoezeer we ons leven runnen vanuit dat ding. Wie haalt zijn familie samen op WhatsApp? Ja, WhatsApp is zo nieuw. Wie is naar hier gekomen? We zitten zonder... Ik hoop niet elektriciteit. Oh, kijk, hij is er terug. Wie is er naar hier gekomen op Wees? Ja, dat is allemaal nieuw. Kijk eens hoeveel wij veranderd zijn. Wij zijn een ander type consument geworden. Voor mij is dit de foto van 2016. Dit toont twee dingen. Eén, we zetten onszelf centraal in de wereld. En twee, we delen die selfies meteen met iedereen in de hele wereld. Dat is wat we doen. Dus we zijn self-centered en we zijn connected. En we zijn hyperconnected. Dit zijn een aantal cijfers. Er zijn op dit ogenblik 7,5 miljard mensen. Daarvan zitten op dit ogenblik 3,8 miljoen al online. Daarvan zijn er op dit ogenblik 4,9 miljard mensen die constant met sociale media bezig zijn. We leven dus in een hypergeconnecteerde wereld en ook 80% van de bevolking gaat in steden wonen. En als je connectie en steden gaat samentellen, dan krijg je dit. Sharing economy. Mensen die steeds minder dingen gaan kopen, maar steeds meer dingen met elkaar gaan delen op platformen. Ook auto's, ook transport. Waarom? Het is mogelijk. Je zit geconnecteerd, je hebt er controle over en je woont dicht bij elkaar. Dat zijn gewoon een aantal demografische factoren die dat gaan maken. Plus mensen hebben geen middleman meer. Wij leven steeds meer in tribes. Wie heeft allemaal een iPhone? Dat is de iPhone tribe. Wie zweert er bij alles van Apple? Er zijn een aantal mensen die dat doen. Wie zweert er bij Tesla? Ik zweer bij Tesla. Je krijgt een soort tribes, een soort mensen die zich verenigen rond gezamenlijke ideeën en rond gezamenlijke taal. Niet meer aangestuurd door één iemand, maar aangestuurd door de groep. We hebben geen geduld meer. We willen alles nu, snel, meteen. En we willen ook rust af en toe. We willen gewoon dingen die eenvoudig zijn, simpel zijn en die ons leven makkelijk maken. En we worden ook steeds ethischer. We houden er wel van dat bedrijven winst maken, dat geven we niet om. Maar bedrijven moeten wel rekening houden met mens en met omgeving. Steeds meer. We zijn steeds meer op zoek naar hartbedrijven. Bedrijven met een hart die eerlijk zijn, die ethisch zijn, die authentiek zijn, die responsible zijn en die transparant zijn. En daar zit af en toe een probleem. En wij zijn radicaal. Als we een bedrijf niet willen, dan haken we af. Dus de nieuwe klant is connected, die is urban, die is self-centered, die is tribal, die is on-demand, die is mindful, die is ethical en die is radical. En dat is de klant die ervoor gaat zorgen dat de combustion engine gaat verdwijnen. En waarom? Hierom. De enige echte die dat kan doen, is de eindklant. Dat is de enige echte baas. En als wij op een bepaald moment zeggen, we doen het niet meer, dan doen we het niet meer. De wereld is echt ondersteboven gegaan. En bedrijven hebben dat niet door. Wij als klanten zijn veranderd en daardoor is de hele interactie van bedrijven met klanten veranderd. Vroeger hadden we de oude wereld. Of we zagen mensen, verkopers of handelsreiziger, hè. Bart zei het er net nog, mensen die naar klanten toe gaan, dat is de goede oude 1-op-1. En voor het andere hadden bedrijven de 1-op-veel. Massacommunicatie. We konden de klanten alles vertellen. We konden de klanten vertellen, in Coca-Cola zit happiness in een flesje. En we pikten dat. Of het 7e giletmesje is beter dan eentje met 6 giletmesjes, of is beter dan eentje met 5 giletmesjes. En dat geloofden we ook. Massacommunicatie. Maar de klant die was monddood. En wat we toen gekregen hebben is dit. Bedrijven waren aan zet. Bedrijven zegt, wij zijn de bloem en we moeten zoveel mogelijk bijen aantrekken. Dus we gaan onze bloem zo aantrekkelijk mogelijk maken. Maar de wereld is gekanteld.
En wij als consument zijn de bloem geworden. Wij zeggen tegen bedrijven, je moet naar mij toekomen met de juiste boodschap, met het juiste product, met de juiste service, volgens mijn kanalen, op mijn manier, of je komt er niet in. We hebben dus een flip over gehad van één bedrijf dat kan zenden naar veel klanten, naar de klant die centraal staat en die zegt, bedrijf, je moet naar mij toekomen. Van één op veel naar veel op één. En dat evolueert door. Want binnen de kortste keren zaten we van die 2.0 wereld, een wereld waarin de klant, waarin de bedrijven centraal staan, naar die 3.0 wereld, een wereld waarin de klanten centraal staan, naar de hypergeconnecteerde wereld van de 4.0. Bedrijven en klanten staan allemaal op hetzelfde niveau. Er is geen middelman meer. Er is geen centraal punt meer dat zegt van ik heb de autoriteit. De autoriteit zit bij ons allemaal en we gaan ervoor zorgen met z'n allen dat we een eerlijke, open, transparante samenleving hebben. Blockchain is niet uitgevonden. Blockchain is gewoon een resultante van de intrede van technologie in onze wereld. En een 4.0 wereld die ziet er zo uit. Dat is die vluchtspreeuwen. Die heeft geen middelman meer. Elke spreeuw is leider en elke spreeuw is volger. En als op een bepaald moment één spreeuw angst krijgt, dan kan hij de hele groep meenemen. En als op een bepaald moment één spreeuw een bepaalde richting uitvliegt, dan kan hij de hele groep meenemen. En daarom zijn het niet meer de grote bedrijven die per se de kleintjes opeten, maar de snelle bedrijven, de nieuwe bedrijven, de durvende bedrijven, die op snelheid de grote inhalen. Het gaat er dus over dat je de regels moet durven herschrijven. En kijk nu even naar de klassieke automobielindustrie. Dit zijn dus vier redenen waarom een industrie gedisrupt kan worden. De eerste reden is complexe experiences. De klant vindt het niet fijn. Het tweede is broken trust. Ik ga Dieselgate niet nemen. Och, ik heb het nu genoemd, ik heb het nu toch gedaan. Maar Dieselgate is zo'n voorbeeld van broken trust. Redundant middleman. Te veel mensen tussen de klant en het product en het product en de klant. En het laatste is lack of transparency. Het gebrek aan transparantie. Vier elementen die er altijd op wijzen van oeh, dit is gevaarlijk. Als je die alle vier hebt en de vluchtspreeuwen gaat weg, je klantenbasis gaat weg, dan voorbij je voorbij dat tipping point. You get Kodaked. De andere mogelijkheid is Uberization. En wat is Uberization? Dat is slim omgaan met bestaande elementen. Dat is niks nieuw uitvinden, gewoon bestaande building blocks op een andere manier in elkaar zetten. Maximaal gebruikmakend van die hypergeconnecteerde 4.0 wereld. Dat is wat je moet kunnen. Dus dat is geen digitale strategie, want dat is het oude doen op de nieuwe manier. Dat is even belachelijk dan dit. Dat is een digitale strategie. Je krijgt digitale middelen, maar je gaat het oude ermee doen. Nee, het gaat erom over van hoe kunnen we nu nieuwe modellen bedenken die aangepast zijn aan dat nieuwe normaal. En dan moeten we hiermee bezig zijn. Het is niet wat je denkt. Je moet bezig zijn met de future. What is the future? Wat brengt de toekomst nu? Dus we moeten tijd en energie stoppen in het bepalen van wat is nu de volgende grote digitale tsunami die op ons af zit te komen. Ik loop vast. Als je het, dat was een van de grote angsten van onze generatie, het wijzertje zien. Restart program. Kan je aangeven dat de volgende grote digitale tsunami er zit aan te komen? Dat is de combinatie van big data, robotisering en artificiële intelligentie. En de auto zoals we die krijgen, is daar een schoolvoorbeeld van. Als je bedenkt wat de auto wordt, dan is de auto een... Ja. Ja, het is geen touchscreen. Mis mijn Microsoft.
Combinatie robotisering, big data, artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is niks nieuw. Uitgevonden, bedacht in 1955 door deze heren. Dat zijn de uitvinders van artificiële intelligentie. Ik weet niet of dit veel vertrouwen geeft, maar deze heren hebben de artificiële intelligentie bedacht. Ze wisten dat het kon. Het enige wat hen op dat moment ontbrak was rekenkracht. Alleen als je bedenkt hoeveel de rekenkracht toeneemt en toegenomen is, ineens is het wel mogelijk. Ineens is het mogelijk om een brein te bouwen dat bijna werkt zoals een menselijk brein, en heel binnenkort echt werkt zoals een menselijk brein, maar dat volledig artificieel is. En je kan daar robots mee maken. En met robots wordt niet dit type dingen bedoeld, maar met robots wordt bedoeld dit. Algoritmes. Algoritmes, dat is eigenlijk, dat zijn denkmachines die je voedt met veel data om een slimme denkmachine te maken, om daar slimme dingen mee te doen. Bedenk even een autonoom rijdende auto. Wordt gevoed met veel data en heeft dan weinig data nodig, of relatief weinig data nodig uit de directe omgeving, om te weten wat die auto moet doen om autonoom te kunnen rijden. Dat is wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is. Technology first. Waarom technology first? Omdat technologie per definitie exponentieel is. We weten nog steeds dat de rekenkracht, als je je businessmodel en je product baseert op technologie, je weet dat de rekenkracht gaat toenemen om de 18 maanden en dat de prijs ervan halveert om de 18 maanden. Maar er zijn nog drie andere principes die je moet toepassen. Dat is het principe Red Ocean, Engage Customers en Ecosysteem. Ik raad alle bedrijven aan, ga op zoek naar een Red Ocean. Omdat in een Red Ocean per definitie, en dat is wat de bankdirecteur ook zei, wat Jamie Dimon zei, ik heb mijn klanten verwaarloosd. In een Red Ocean zitten per definitie verwaarloosde klanten. Klanten met klantbehoeftes. Kijk maar even naar de automobielindustrie. En meneer Tommelijn heeft het al aangegeven, 90% idle capacity. Onze auto staat 10% van de tijd, 10% van de tijd wordt die gebruikt, 90% van de tijd staat die geparkeerd. Waar staan onze auto's op dit ogenblik? Geparkeerd. Dat is gewoon de realiteit. Auto's zijn eigenlijk behoorlijk gevaarlijk. We moeten onze auto volstoppen met allerlei safety om toch maar enigszins het gevoel te hebben dat het veilig is om met een auto te rijden. En dat weten we, want daarom zijn we hier, zero pollution, zero emission. Een auto is nou niet meteen goed voor het planeet. Dus er zijn een aantal dingen die het mogelijk maken dat we niet zo tevreden zijn over ons autogebruik op dit ogenblik. Met name ook dit. Een auto is lang synoniem geweest voor mobility en voor freedom, maar dat is het lang niet. Dit is eigenlijk waar we van dromen zonder dat te beseffen. Dat we in een auto kunnen stappen, dat die auto met ons van A naar B rijdt, zonder dat we moeten nadenken en zonder dat wij zelf iets moeten doen. En ik krijg heel veel ja-maars, maar uiteindelijk is dit waar we van dromen. Use technology om customer frustrations weg te nemen. Dit is wat we moeten doen, customer frustrations wegnemen en wow creëren. En dit is een van de dingen die op dit ogenblik aan het gebeuren is met de automobielindustrie. En dan je klanten erbij betrekken. Zorg ervoor dat je klanten je sales- en marketingafdeling kunnen worden. Ik ga nog een keer naar Tesla. Iedereen kent Tesla. Tesla heeft nog nooit op een klassieke manier aan marketing gedaan. Hoe komt het dat we allemaal Tesla kennen? Gewoon omdat de klanten, de mensen, de verbonden mensen, de verbonden customers, sales- en marketingafdeling spelen voor Tesla. En meer zelfs, ik heb het al verteld, ik speel ook voor infrastructuur. Ik zorg ervoor dat Tesla data kan verzamelen. Ik ben een dataverzamelaar voor Tesla. Dus je kunt met je klanten veel meer doen dan ze enkel als klanten laten werken. En dat is de basis van die sharing economy. Die sharing economy waar ik het al over had, die enorm sterk groeiend is. En creëer een ecosysteem. Als je kijkt naar alles wat er op het moment aan het gebeuren is in de automotive, dan is dat één groot ecosysteem. Die allemaal op elkaar inspelen. Elektrische voertuigen, driverless cars en allerlei apps over sharing van cars, die grijpen allemaal op elkaar in. En die maken dat er een enorm ecosysteem aan het ontstaan is. En dit is enkel Silicon Valley. Dit is Silicon Valley. Dit is het ecosysteem van alle mogelijke start-ups. Maar ook klassieke bedrijven die allemaal bezig zijn op dit ogenblik in Silicon Valley. Die allemaal mensen hebben die heel vaak eerst voor de ene werken en daarna voor de andere werken. Verbonden zitten aan universiteiten, start-ups, groot venture capital. Alleen in Silicon Valley. Dit is er op dit ogenblik aan het gebeuren. Dus
Technology eerst. Ga op zoek naar gefrustreerde klanten. Engage ze, betrek ze, maak ze onderdeel van je bedrijfsvoering en creëer een ecosysteem. Exponentieel bovenop exponentieel bovenop exponentieel. Dan krijg je dit. Dan krijg je dat het geen langzame gauscurve meer is en dat het kantelmoment eigenlijk niet hier zit, maar hier zit. Op het ogenblik dat het aan het gebeuren is, valt het niet meer te stoppen. En dat is wat ik geloof in de nieuwe automobiel. Dat is de nieuwe automotive, dat we dat punt voorbij zijn. Dat we al lang bezig zijn met die needle. Dit is een vraag. En dit is eigenlijk geen vraag. Gaan we nog dezelfde producten verkopen aan hetzelfde type klanten, via dezelfde kanalen, met dezelfde businessmodellen? In 2025? No way. De hele wereld is veranderd, gewoon omdat de klant veranderd is. Dus the future of mobility is effectief ACES. Autonoom, connected, electrical en shared. En ik geloof in alle vier. En niet omdat ik erin geloof, maar eigenlijk omdat je alle bewijzen al op tafel hebt. Je moet ze alleen durven zien en aan elkaar durven te verbinden. Dus nadat het paard verdwenen is, gaat ook de chauffeur verdwijnen. We gaan met een echte automobiel rijden. We rijden op het moment met geen automobiel. Hè. We rijden met een aangedreven mobiel, een mens aangedreven mobiel. We gaan overstappen naar een automobiel die niet meer aangedreven wordt door een mens. En als ik dan ga nadenken, dit is mijn kleinzoon, die nu nog staat te kijken naar mijn Tesla, maar als ik er goed over nadenk, dan gaat hij nooit nog een combustion engine rijden. Meneer Tomlijn zei al, binnen 10 jaar, mijn kleinzoon, is nu 3, dus als hij 18 wordt, binnen 15 jaar, no way. Hij gaat combustion engines even vreemd vinden als dit. Roken in een vliegtuig. Roken in een vliegtuig. Als we er nu over nadenken, kom aan mannen, roken in een vliegtuig. Mijn vader die 's ochtends bij het ontbijt een sigaret opsteekt waar alle kinderen bij zitten. Dat is even absurd. Weet je wanneer het roken uit de vliegtuigen is verdwenen? Ongeveer rond de tijd dat het internet in ons leven is gekomen. 1993. Je kunt het niet voorstellen, hè? Voor 1993 zaten mensen gewoon te roken op een vliegtuig. Nou, we gaan even absurd kijken naar een combustion engine. Driver license? Vergeet het. Mijn kleinzoon gaat naar mij kijken als die generatie zo dom was om nog zelf met die auto te rijden. In dat gevaarlijke ding. Net zoals ik even, dit is een auto waar mijn vader mee reed. Reed er overal veel te snel mee, want er waren geen snelheidsbeperkingen. Had geen airbags, had geen veiligheidsgordels, had geen kopsteunen, had geen ABS en weet ik weet allemaal. We vinden dat nu totaal absurd. Toen was het heel normaal. Dus we gaan er even absurd naar kijken, maar ze gaan ook geen auto meer kopen. Ondanks het feit dat meneer Tomlijn zegt van, dat is toch een hele grote horde. En ik deed vorige week eentje voor Tesla-rijders. En iedereen was het eens tot als ik hier kwam. En toen was het zo van, mijn auto afgeven, mijn auto niet meer kopen. Ik geloof het niet. Nou, ik geloof het wel. Ik ben er heel sterk van overtuigd dat we heel sterk naar dit model gaan. Spotify-model van mobility. Dat we mobility niet meer gaan kopen, maar mobility gaan gebruiken. Ik ben ongeveer 20 weken per jaar zit ik in Silicon Valley, zit ik in San Francisco. Het is niet meer fashionable in San Francisco om een auto te hebben. Het is modieus om net geen auto te hebben. Dus mijn kleinzoon gaat naar mij kijken als stupid asshole. Je vervuilde de aarde, je deed gevaarlijke dingen met dat en het kostte nog eens stukken van mensen ook om het te kopen. Die gaat zo naar mij kijken, ben ik heilig van overtuigd. En als je dan kijkt, dan is dat een domino-effect. Want dan heeft dat repercussies voor de banksector, voor de infrastructuur, voor wegenbouw, voor stedenbouw, voor banken, voor openbaar vervoer, parkeerinstallaties. Ik ben op het moment voor een niet nader genoemde luchthaven in Brussel allerlei dingen aan het doen. Ja, een van de grote bronnen van inkomsten van een luchthaven is parkeren. Dat is echt, dat wordt problematisch, want parkeren gaat ophouden op het ogenblik dat het mobility as a service wordt. Dit is een gestolen slide, dit is een slide die ik gestolen heb vorig jaar op een presentatie, een hele grote presentatie voor de automobielsector. Ze zaten allemaal in de zaal over ACES. Autonoom, connected, electrical en shared. En dit zijn alle delen van de maatschappij die allemaal gaan geïmpact worden door ACES. En dat is gigantisch. Je kan twee dingen kijken. Je kan kijken naar allemaal impact. Of ik kan voor al die dingen kan ik nieuwe businessmodellen gaan bedenken. Dat is twee manieren om daarna te kijken.
En ik hoop dat we in Vlaanderen die tweede manier doen. Hey, allemaal opportuniteiten, allemaal nieuwe potentiële businessmodellen. En waarom gaat het gebeuren? Hierom. Dat is altijd het makkelijkste. Volg de stromen aan geld. En dit is een slide die ik een beetje moet hiden, omdat ik niet alles hierin mag tonen. Maar dit zijn de lopende investeringen, enkel in Silicon Valley, in de nieuwe vormen van mobiliteit. Kijk eens naar die cijfers. Je moet er niet aan twijfelen. En dit zijn cijfers die allemaal gaan niet naar self-driving cars, maar allemaal gaan naar elektrische auto's. Enkel deze cijfers gaan over elektrische auto's in één klein deel van de wereld. Waar wel op dit ogenblik de grootste massa geld samenkomt om dit te doen. Follow the money. Je moet er niet aan twijfelen. Alle geld gaat, en of de technologie nu beter is of niet, doet er niet toe. Je moet even kijken van waar gaat het geld naartoe? Het geld gaat naar elektrische auto's. Er zijn nog andere dingen. Dit is wat McKinsey berekend heeft. McKinsey heeft berekend dat de waarde van automobieldata tegen 2030 750 miljard dollar gaat zijn. En hieronder staat het aantal gereden kilometer, miles, die Tesla al verzameld heeft tot dit ogenblik aan data. 3,5 miljard. Daarmee staan ze mijlenver voor op alle andere automobielfabrikanten. Heb ik voor gezorgd? Heb jij voor gezorgd? Hebben nog een aantal mensen voor gezorgd? Wij zorgen ervoor dat Tesla die voorsprong heeft. Als we zeggen dat Tesla geld aan het verbranden is, nou, dat kan best zijn, maar Tesla is tegelijkertijd zijn eigen olie aan het maken om die binnenkort op te pompen en om deze waarde aan te boren. Dat is wat er aan het gebeuren is. Nog een cijfer. Wat er aan het gebeuren is. Dit zijn internationale cijfers. Er wordt ingeschat dat tegen 2030 25% van de auto's niet meer persoonbezit gaan zijn, maar al fleetbezit gaan zijn. Tegen 2030. Er wordt aangegeven dat autonome auto's al een waarde gaat hebben van 7 triljard dollar tegen 2050. Dat is een gigantische waarde. Investeringen, er lopen enorm veel investeringen op dit ogenblik om die waarde kunnen op te pompen. En electrical cars, dat het kantelmoment voorbij is, dit is voor mij het bewijs dat het kantelmoment voorbij is. Het heeft 6 jaar geduurd om 1 miljoen elektrische auto's wereldwijd te verkopen. Het volgende 1 miljoen heeft maar 2 jaar meer geduurd. Dat zijn exponentiële curves. Die curve, die needle, die is ingezet, die is niet meer te stoppen. En de prijs van de dingen gaat gigantisch snel omlaag. LiDAR, dat is die radar die gebruikt wordt om zelfrijdende auto's te maken. Prijs gaat exponentieel naar beneden, capaciteit gaat exponentieel naar boven. De prijs van rekencapaciteit, want je hebt rekencapaciteit nodig om al die data te verwerken, dan weten we, de prijs die gaat exponentieel naar beneden en de rekencapaciteit gaat exponentieel naar boven. En tenslotte, batterij. De batterijpower, je krijgt nu gigantisch veel doorbraken. En eindelijk in Vlaanderen zie ik ook een doorbraak. IMEC heeft nog maar pas een doorbraak aangekondigd. Er zijn nu de ene doorbraak na de andere in battery capaciteit, in battery power. Dus de prijs van batteries gaat gigantisch omlaag en de capaciteit van batteries gaat gigantisch omhoog. Exponentieel, exponentieel, exponentieel. Plus dat het maar 6 jaar, dat het maar 2 jaar geduurd heeft om dat 2 miljoen wagens te verkopen. En dan komen we terug bij Jamie Dimon. Die zegt van, hey, ik lig 's nachts wakker en ik lig 's nachts wakker niet van de andere banken. En dat moeten onze fabrikanten ook beginnen door te hebben. Je moet 's nachts niet wakker liggen van de andere fabrikanten. Je moet 's nachts wakker liggen van al die start-ups in Silicon Valley. Die allemaal meespelen in die space. Die er allemaal voor zorgen dat je hiermee moet bezig zijn. Niet met de concurrentie, maar met de snelheid van de buitenwereld. Dit is Jack Welch. Jack Welch zegt, if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Daar zitten heel veel bedrijven in de problemen. Omdat ze niet in tune zijn met die klant die aan het veranderen is. Mary Barra had dat 10 jaar geleden al gigantisch door bij GM. Of ze het slagschip heeft op tijd weten te draaien, is deel 2. Maar ze had wel door dat de automobielsector gigantisch gaat veranderen. En in 2013 gingen we de eerste keer naar Silicon Valley, gingen we Google bezoeken. En Google was toen bezig met self-driving cars en zegde, we verwachten self-driving cars op de publieke weg tegen 2045. En dit is een foto genomen uit onze bus in San Francisco in 2015. Zelfrijdende Google-autootjes. Er rijden op dit ogenblik zelfrijdende taxis van Lyft en Uber doorheen San Francisco. En dit heeft GM, diezelfde GM van Mary Barra, aangekondigd. Dit is wat ze op de markt brengen
mass production in 2019. Dat is volgend jaar. Dit is een Chevy Bolt. Ik mis twee dingen. Ik mis een stuurwiel en ik mis pedalen. En natuurlijk is die elektrisch. Massaproductie. Ze gaan hem niet verkopen aan particulieren. Ze gaan hem verkopen aan fleets. Want het wordt connected, electrical en shared. Het wordt sharing economy. Dit zijn actuele cijfers. Dit zijn het aantal auto's, zelfrijdende auto's. En met zelfrijdende auto's bedoel ik niveau 4 en niveau 5. Dus geen chauffeur op de passagiersstoel. Zelf heel veel van die auto's zonder stuurwiel, zonder pedalen, op dit ogenblik op publieke weg in Californië. Want daar is het al toegelaten. Dit zijn de cijfers. 104, 55, 51, 39, 14. Het is nu aan het gebeuren. Het is nu. Dus 2035 is niet 2035. 2035 is nu en we zijn 2018. Het gebeurt veel sneller. We kennen allemaal deze, hè? De DeLorean. Maar we moeten niet meer nemen om naar de toekomst te vliegen. De toekomst komt naar ons toe. Wij overbruggen die 30 jaar. Die denken, oh, het is nog 30 jaar weg. En ineens, 3 jaar later, voem, het staat er. En dit gebeurt meer en meer omdat we, en meneer Tomlijn zei het al, omdat we te veel lineair denken. Wat gebeurt lineair? Op een bepaald moment is het aan het gebeuren en dan gaat het heel snel. En ik heb nu heel de tijd over Silicon Valley, maar de grote bedreiging komt hieruit. Komt uit China. En niet omdat de Chinezen dit gedaan hebben. Hè. Geweldige stunt, hè, van Alibaba. Een auto kopen uit zo'n voorselecteerrek. Je moet maar op het knopje drukken, dan komt een auto eruit en dan kan je een proefrit maken. Geweldig gevonden, maar het is een mooie stunt. Zegt wel aan van ze zijn ermee bezig. Maar dit is veel opvallender. Dit is China 2025. Dit is officieel van de staat uit waar China de volgende periode gaat op inzetten. Kijk maar even wat er als eerste staat, automotive. Wat staat hier nog onder? Dat is power equipment en energy saving vehicles. Drie van de elementen waar de komende 5 jaar de Chinese overheid gigantisch gaat op inzetten en waar ze wereldleider willen in zijn tegen 2025, hebben met automotive te maken. En dan is dit de grote tijdbom onder de hele automobielindustrie in Europa. Dat is dat de Chinese overheid fabrikanten, en dat is vanaf 30.000 auto's op jaarbasis, zwaar gaat belasten of gaat belonen. Zwaar gaat belasten op het ogenblik dat ze werken met combustion engines en zwaar gaat belonen op het ogenblik dat ze werken met elektrische auto's. China gaat de wereld veroveren als wij niet voorzichtig zijn in Europa en niet snel genoeg reageren. En als meneer Tomlijn zegt van de automobielfabrikanten, ik ben teleurgesteld. Nou, ik ben niet teleurgesteld, ik maak me zorgen. Want alle aankondigingen tegen 2020 en 2022 en 2025 over 3 modellen hier en 5 modellen daar, jongens, de Chinezen gaan ons zo overspoelen. En we gaan het zien gebeuren en we gaan achteraf zeggen, zie je wel, we wisten het. We moeten hieruit weg. We moeten weg uit, nee, we ontkennen het. En we gaan erover argumenteren, we gaan ons proberen te verdedigen. Het valt niet te stuiten, want we zijn het kantelmoment voorbij. For dit is het laatste verzet, hè. Ik vind dit een geweldig filmpje. You gained 4 ounces last week, decreasing your meal portion. Remember, a healthy body is a happy body. You're welcome. Today's outfit brought to you by Matthew Pasquale Spring. Opening door. You're welcome. I am the GGL 4000, optimized to make your transportation safe and enjoyable. Please enter on the passenger side. Please enter on the passenger side. Please replace my head. Robots can take our food, our clothes, and our homes. But they will never take our cars. Introducing the 2011 Dodge Charger, leader of the human resistance. Je moet het jaartal kijken, 2011. Ik ben zeker als we dat binnen 10 jaar aan onze kinderen laten zien, dat ze denken van, dit zijn van die oude dingen, dit is niet meer geldig. Dit is 2011, ja, the last human resistance. En ik ben een petrolhead en Tony zit hier. Tony, ik denk dat ik een van de als er ene veel autogidsen gekocht heeft, ben ik het. Ik heb ze verslonden.
Ik heb de ene combustion engine driven car naar de andere verslonden. Ik was een echte petrolhead. En ik ben lang tot die resistance zelf gehoord van, het gaat niet gebeuren. En ik had vrienden die me probeerden te overtuigen van een Tesla. En ik heb lang geaarzeld. Echt heel lang geaarzeld. Tot als je op een bepaald moment doorhebt van nee, het is echt aan het gebeuren. Een aantal van die argumenten, meneer Tommelijn zei het al, range anxiety, het is niet vandaag, ik heb het gisteren of eergisteren gefotografeerd. Dit is wat er in mijn tank zit als ik 's ochtends vertrek. En als ik zuinig rij en niet constant van 0 naar 100 ga in 5 seconden, wat we trouwens niet doen de hele tijd, dan, nou, ik haal dit niet, maar ik moet straks naar Amsterdam en dan moet ik morgen ergens overdag 20 minuutjes aan de supercharger hangen, dan raak ik matches terug thuis en ik woon in Dendermonde morgenavond. Dat lukt me perfect. En ik heb in al de tijd, ik heb hem nu 80.000 kilometer, hem al 2 keer moeten laten thuis staan, dat ik niet rondkom. Dat ik denk van, dit lukt niet. 2 keer, in al die tijd. Maar op het moment dat een auto Aces wordt, en zelfs meer, Faces wordt, de F van Fleets, als het over Fleets gaat, dan valt die range anxiety helemaal weg. Want dat is een discussie die te maken heeft met individueel bezit van auto's en niet meer met fleet-owned auto's. Als je naar fleets kijkt en je kijkt naar de economics, je kijkt naar de pure economische rationaal, de economische rationaal, en zitten de mensen van Leaseplan in de zaal? Ik was met Leaseplan in Silicon Valley 3 of 4 weken geleden. Ja, we hebben daar cijfers gezien, 1 op 1 onweerlegbare cijfers, dat als je naar de economics kijkt, het gewoon voor fleet-owned cars gewoon veel gunstiger is om elektrische auto's te hebben dan combustion engine auto's hebben. Het is gewoon follow the money. Auto als prestige? Mee eens. Auto als vrijheid? Mee eens. Alleen, we weten met z'n allen dat we meestal van de tijd in de file staan en dit is fashionable, en het is misschien moeilijk leesbaar, maar dit is fashionable in Silicon Valley. Fashionable is dat je een van je schermen op je iPhone allemaal de apps hebben die met mobility te maken heeft. Uber, Lyft, Turo. Hè, als je in het weekend een keer echt wil rijden, dan huur je een Turo voor een dag. Turo, dat kun je om het even welke auto huren. Ik doe dat er ook altijd. Dan kan je een keer een convertible of kan je een keer met een echt een goede combustion engine nog een keer rijden. Of met een 4x4 de bergen in. Dit is fashionable. Het is niet meer fashionable om een autosleutel op tafel te leggen. Het is fashionable om dit op je telefoon te hebben. En je bent verwend in Silicon Valley, geef ik eerlijk toe. Je komt buiten, je roept een Uber op en het duurt 30 seconden en je kan instappen. Het duurt minder lang dan je auto te parkeren en te zoeken. Maar één ding moeten we echt niet onderschatten. Nooit onderschatten, wij met z'n allen. Die fucking crazy customers. Maar die customers die misschien wel een tribe zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we een tribe worden met z'n allen. Dat wij met z'n allen de verandering gaan brengen. Dat wij met z'n allen nu, degenen die nu al elektrisch rijden, die zitten hier. Dat zijn de piraten. Dat zijn degenen die ervoor zorgen dat de rest op gang komt. En het feit dat er nu al zijn, het feit dat er nu al heel veel energie, tijd en vooral geld naartoe gaat, dat heel veel fabrikanten ermee bezig zijn, dat met name de Chinezen daar volop inzetten, weet ik zeker dat dit gaat gebeuren. En als we dachten dat 2018 dit ging zijn, nee. Wat denk ik dat 2018 dit is? En dat de rest gewoon automatisch vanzelf volgt. Dus een aantal conclusies. 1. We zijn dit punt voorbij. 2. We zijn in 2018. Het wordt dus tijd om wakker te schudden. Om wakker te komen en om wakker te zijn. Om uit onze strandstoel te komen, dat surfplank te pakken en te kijken van hoe kunnen we nu op de eerste wave, op de eerste golf gaan surfen. En meneer Tommelijn zei al, je hoeft niet alleen naar de staat te kijken, je hoeft niet alleen naar de regering te kijken. Het is eigenlijk ons aller verantwoordelijkheid om mee te gaan op die surfplank. Om dit achter ons te laten en om na te denken over the inevitable. Hetgeen dat onvermijdbaar is. En Kevin Kennedy, die ik daarnet liet zien, die vertaalt dit op deze manier. Bekijk het even als een open markt. Er zijn nog geen specialisten. Er is nog veel low-hanging fruit. Nog 100.000 businessmodellen waar je nu nog kunt mee starten. En de entrykosten, omdat er nog geen concurrentie zijn laag. Het geeft ons de opportuniteit om heel veel nieuwe businessmodellen te bedenken. Gebruik deze slide en je mag hem hebben. Ga even kijken van in welke space ga ik nu nieuwe businessmodellen ontwikkelen. En mensen die met ons naar Silicon Valley gaan, die komen terug en die bedenken altijd nieuwe businessmodellen. Dat is geweldig. En er zijn in verband met mobiliteit heel veel nieuwe spelers te bedenken. Want we moeten ons even over nadenken. Als we een auto niet meer persoonlijk gaan kopen en we bedenken een parkeergarage,
Wie gaat er... Dit zijn uw parkeergarage, allemaal individuele auto's. Wie gaat er binnen een paar jaar daar staan? En wie gaat er uiteindelijk zijn? Wie gaat er uiteindelijk die fleet owners worden? Worden dat de huidige automerken? Worden dat de Apples van deze wereld? Worden dat de leaseplans van deze wereld? Worden dat de Ubers, de Amazons van deze wereld? Dat ligt nog helemaal vrij. En maar er zijn ook andere businessmodellen te bedenken. Eén daarvan ga ik even noemen en dan stop ik ermee. Eén daarvan is dat er nu gevochten wordt rond het nieuwe concept zelfrijdende auto's, vooral in Amerika. In Amerika wordt er heel veel in vliegtuig genomen om 3-4 uur te overbruggen. Om 400-500 kilometer te overbruggen. Wij weten met z'n allen een vliegtuig pakken, jongens, dat is nog altijd een heel gedoe. Inchecken, wachten, dat vliegtuig op, in die sigaar zitten, terug uitstappen, door die veiligheidscheck, een heel gedoe. Dus er wordt nu al gevreesd door vliegtuigmaatschappijen dat als die zelfrijdende auto's komen, dat die zelfrijdende auto's wel eens kunnen gebouwd worden als een soort hotelkamer. Waar je 's avonds instapt, je rijdt je 300-400 kilometer 's nachts en 's ochtends stap je uit op de plek van de bestemming. Dus er zijn drie partijen volop aan het vechten om de eerste te zijn om dat te veroveren, om die space te veroveren. De luchtvaartmaatschappijen, die ineens denken van hey, we gaan onszelf disrupten, we gaan dat zelf opstarten. De hotelmaatschappijen die daarmee bezig zijn, maar ook partijen als een Toyota die daarmee bezig is. Alle drie zijn aan het kijken om als eerste die nieuwe space in te nemen. En dan kijk ik naar Vlaanderen en denk van, of naar België, dan kijk ik van naar Nederland, België, Vlaanderen en dan denk ik van, jongens, waar zitten hier die initiatieven? Want als wij ze niet nemen, dan gaan we tegenkomen wat we de eerste keer tegenkomen zijn. Dat is dat we aan een e-commerce denken, dat we kunnen kiezen uit Amazon, Alibaba, Coolblue en Bol.com. We gaan het weer missen. En daar ben ik bang voor. We moeten echt beseffen dat we dit moeten doen. We moeten het oude ontleren. We moeten niet beginnen te denken vanuit wat we hebben, maar we moeten beginnen te denken van, wat is die klant, wat is die nieuwe klant en hoe kunnen we voor die nieuwe klant dingen bedenken die we met onze bestaande elementen kunnen aanbieden bij die klant. En dit moeten we doen. Accepteren dat het nieuwe normaal er is. Probeer het die klant zo makkelijk mogelijk te maken, want dat is uiteindelijk waarom een klant naar ACES gaat. Probeer hem zoveel mogelijk fun te geven. Bedenk even, die rijdende hotelkamer, die rijdende vergaderzaal, die rijdende winkel. Je kan 100.000 dingen bedenken die ineens allemaal kunnen op 4 wielen. En create mobility 2.0. En dat is iets waar we zijn een klein gebied met heel veel wegen, met heel veel mensen die dicht bij elkaar wonen. We kunnen of als laatste land komen, of we kunnen een pilootland zijn. En dat is de keuze waar ik vind dat we voor staan. En deze moeten we onthouden. Elektrische licht is niet bedacht door het constant verbeteren van het kaarslicht. We moeten af van het kaarslicht, we moeten durven out of the box denken en een keer durven te denken aan the day after tomorrow. Hoe ziet morgen eruit en hoe gaan we ons overmorgen eruit en hoe gaan we morgen vormgeven door vanuit overmorgen te beginnen en niet vanuit vandaag te beginnen, vanuit weerstand te beginnen, maar vanuit dromen te beginnen. En dan pik ik nog één ding van meneer Tomlijn. Dus de eerste keer dat ik een minister hoor zeggen van ik durf dromen, ik durf dingen bedenken waar anderen van denken van oh, dat gaat niet kunnen. Dat soort ambitie, nou, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik dank jullie. We hebben een bijkomende fan van de minister. Dankjewel, Rick. Je hebt ons in de toekomst gegooid. Het was een tsunami van ideeën, van beelden. Het is misschien een mooie illustratie van waar kunnen we naartoe naar maximale mobiliteit met minimale luchtvervuiling. Christophe Brakelaere van Visual Harvesting zit dit ook al in beelden te gieten. Er waren natuurlijk zoveel beelden van Rick zelf, maar u zal die straks ook nog tijdens de receptie kunnen zien en tijdens het panelgesprek komt dit ook zeker naar voren. Waarom nog met het verleden bezig zijn als we vandaag al voorbijgestoken worden? Toch gaan we dat even doen. Wim Verhoeven van Emissia heeft nu de loodzware opdracht om na een Rick Vera ons met onze twee voeten terug op de grond te zetten. Met onze twee voeten terug op de grond over de huidige luchtemissies, die van vroeger, en hoe het er
naar de toekomst uitziet. Ja. Wim, het woord is aan jou. Oké, dank u. Zoals Filip inderdaad aangeeft, zit ik voor de onmogelijke opdracht om na de dynamische presentatie een vrij technisch onderwerp aan te snijden. Wat is de huidige stand van zaken in verband met emissies van verbrandingsmotoren? En wat zijn de toekomstperspectieven van die verbrandingsmotor? Vooraleer in te gaan op dat onderwerp, zou ik graag even ons bedrijf toelichten. Emissia is een spin-off van de Universiteit van Thessaloniki. En van oudsher is de universiteit dat laboratorium van thermodynamica bezig met het testen van voertuigen, zowel op testbanken als in werkelijke wereld met PEMS, Portable Emission Equipment. Naast de PEMS-metingen en de metingen op de testbanken hebben we ook software ontwikkeld. Software om die grote hoeveelheid aan data gemeten op voertuigen te beheren en inderdaad uit die grote hoeveelheid data conclusies te kunnen trekken. Maar ook simulatiesoftware, software die wereldwijd gebruikt wordt voor de berekening, het inschatten van emissieinventarissen of prognoses over hoe de vloot en de emissies zouden kunnen veranderen. Onlangs zijn we ook bezig met software voor luchtkwaliteit, om ook daar op een eenvoudige manier de luchtkwaliteit in steden te kunnen berekenen. Wat is de huidige stand van zaken in verband met de Euro 6-motor? Als we spreken over emissies, denken we natuurlijk eerst en vooral aan dieselmotoren. En het probleem met dieselmotoren is stikstofoxide of NOx. Dit is een grafiek die komt van een whitepaper van ICCT. En daar zie je natuurlijk een heel grote spreiding van die stikstofoxidewaardes, waarbij er gesproken wordt van een factor 20 of zelfs meer boven de wettelijke norm. Bij die grafiek moeten er wel een aantal bedenkingen gemaakt worden. Enerzijds kan men de vraag stellen, waar komen die meetgegevens vandaan? ICCT heeft ongeveer alles wat ze op het internet konden vinden aan meetgegevens samengebracht. Wat op zich goed is, maar wel het gevolg heeft dat er heel veel verschillen zitten in de manier waarop dat die data gemeten is. Het meten van stikstofoxide van een wagen in real-world conditions op de straat is iets dat vrij technisch is en vrij complex is. En als de meetmethode te veel gaat verschillen, ga je heel grote spreiding krijgen in data. Dus je moet onmiddellijk ook al wat vragen gaan stellen bij die grafiek, of op zijn minst de grafiek met een korrel zout nemen. Wat je ook ziet, is dat er toch wel 10% aan de norm voldoet volgens die metingen. Globaal gezien zitten we dus met een vrij onduidelijke situatie als het over de Euro 6-norm aankomt. De vraag is, hoe komt dat? Een van de mogelijke oorzaken is onder andere de Euro 6-norm zelf. Er wordt algemeen gesproken over een Euro 6-norm. Eigenlijk bestaat er geen Euro 6-norm. Er bestaat een Euro 6 A, B, C, D, D-temp en zo verder. Ik ga niet in de details ingaan op wat de verschillen zijn van al deze stappen in de verdere ontwikkeling van de Euro 6-norm. Maar het gevolg is dat het heel moeilijk is om Euro 6-wagens te gaan vergelijken. Want afhankelijk van waar ze juist in deze evolutie zitten, gaan ze logischerwijze meer en meer in de richting van NOx-lage emissies. Een tweede punt is ook de wetgeving zelf. Er is de Euro 6-norm, maar naast de Euro 6-norm heb je ook de wetgeving rond CO2-limieten. Heb je de real driving emissions nu, met de metingen die op de weg moeten gebeuren. De conformiteitsfactor van de RDE, die van 2,1 naar beneden zal gaan.
de testprocedure die gewijzigd is van NEDC naar WLTP. Er zijn dus inderdaad wel heel veel veranderingen en dat draagt allemaal bij tot die onduidelijke situatie en de onzekerheid over waar we juist staan in verband met de NOx-reductie. Als we nu gaan kijken naar de technologieën, hoe kunnen we de stikstofoxide-emissies naar beneden krijgen? Principieel gezien zijn er 3 technologieën beschikbaar. Er is de exhaust gas recirculation, het terugkoppelen van uitlaatgassen om een inert gas in de verbrandingskamer te brengen. De lean NOx trap om die NOx op te vangen en te reduceren. En de SCR, Selective Catalytic Reduction, een actieve omzetting van de NOx met ammonia. Dit zijn resultaten van een studie die wij in opdracht van ICCT uitgevoerd hebben op 4 verschillende wagens, waarbij we geprobeerd hebben om de metingen volgens de NEDC-cyclus, zoals de homologatie tijdens de type approval, uit te voeren. Daarnaast ook de meting met de PEMS op dezelfde testbank uit te voeren. De PEMS-meting te doen op de weg en naast de officiële PEMS-RDE-meting ook een meer dynamische meting uit te voeren om te zien wat gebeurt er als we buiten de boundary conditions, de grenswaarden die in de wetgeving zitten, gaan. Wat gebeurt er en wat zien we van de NOx-waarden? Wat onmiddellijk opvalt, is dat natuurlijk de werkelijke waarden op de straat veel hoger liggen. Ze liggen zelfs hoger boven de huidige conformiteitsfactor van 2.1. En wat we zien, is dat ze nog veel hoger liggen als je buiten de boundary conditions gaat. Dit is nu wel ergens ook in zekere zin te verwachten. Van zodra dat je naar heel dynamische trips gaat, is het logisch dat die waarden ook heel hoog komen te liggen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de RDE-wetgeving een conformiteitsfactor van 2.1 oplegt, omdat dit eigenlijk een not-to-exceed-waarde is en een RDE-test heel variabele resultaten per definitie met zich zal meebrengen. Wat we ook zien, is dat zelfs de benzinewagen, die over het algemeen heel weinig stikstofoxide heeft, dat die ook boven de limietwaarde gaat als je naar extreme drivingcondities gaat. Een laatste conclusie die je kan trekken, is dat je ook ziet dat de technologie die gebruikt wordt om de NOx naar beneden te brengen, weinig invloed of niet noodzakelijkerwijze een directe link heeft naar de verwachte NOx-waarde. Het is niet alleen de technologie die gebruikt wordt, maar ook de manier waarop die technologie gebruikt wordt. In het jargon spreekt men van calibratie. Hoe gaat het motormanagementsysteem om met de technologie? Daar zit de sleutel om goede NOx-reductie te bekomen. Wat is de toekomst? De korte termijn toekomst in verbrandingsmotoren en zeker dieselmotoren is een combinatie van de 3 verschillende technologieën. Een combinatie niet alleen van het gebruik van de 3 technologieën samen, maar ook het samenbrengen van die 3 technologieën zo dicht mogelijk binnen de motor, die 3 technologieën zoveel mogelijk in de motor te integreren. Er zijn onderzoeksprojecten geweest, gefinancierd door de Europese Unie, zoals het programma Upgrade, die aantonen dat het wel degelijk mogelijk is van onder de 3 milligram per kilometer te komen. Het is mogelijk, het is wel sowieso duidelijk, dat deze combinatie van die 3 technologieën en de integratie in de motor een kostprijskaartje heeft. En het is dus overduidelijk dat de kleine dieselmotor dat die zal verdwijnen. Daarentegen, de dieselmotor heeft volgens ons wel degelijk nog een toekomst voor de grotere motoren, de grotere wagens, de grotere motoren. We hebben daar straks een heel interessante presentatie gehoord over disruptie. Disruptie kan je natuurlijk nooit in een model steken en
prognoses berekenen. Wij hebben een model dat gebaseerd op de huidige marktevolutie probeert een inschatting te maken over hoe gaat de vloot op Europees vlak of individueel voor een land wijzigen. En dit is natuurlijk evolutief. Daar zit geen disruptiemoment in. Het is niet desondanks toch wel belangrijk om even zo'n model te bekijken. Als we naar een basisscenario gaan, en dit is gewoon een scenario, wij proberen zoveel mogelijk neutraal te zijn en spreken ons niet uit in hoeverre dit realistisch is of onderschat of overschat hoe de markt zal evolueren. Als we het basisscenario dat we hier geplaatst hebben bekijken, dan zitten we met 4% elektrische voertuigen in 2020, 20% elektrische voertuigen in de nieuwe inschrijvingen in 2030 en 90% elektrische voertuigen in 2050. Als we dit dan doorrekenen met de evolutie van de vloot, dan merken we dat we eigenlijk nog steeds maar 31% van de vloot hebben die elektrisch zal zijn en de rest is nog steeds verbrandingsmotor. In 2050. Dus als je deze dergelijke resultaten ziet, dan blijkt duidelijk, als er niks gebeurt, als er geen disruptie is, dan blijven we nog een hele lange tijd vastzitten aan die verbrandingsmotor. Als we dan het model omdraaien en de vraag stellen van oké, als we nu een duidelijk aandeel van elektrische voertuigen willen bekomen in 2050, wat hebben we dan nodig om daar te komen? Dan merken we dat we verplicht zijn van het aantal elektrische voertuigen, het aantal nieuwe inschrijvingen van elektrische voertuigen, veel vroeger door te laten gaan. Dus bijvoorbeeld van 4% naar 10% op te krikken, van 20% naar 70% in 2030 en van 90% naar 95% in 2050. Maar dat dit dus ook niet voldoende is, dat we ook het aantal inschrijvingen moeten verhogen. En dat we ook er moeten van uitgaan dat de levensduur van de elektrische voertuigen over 10 jaar 50% beter zal zijn dan dit vandaag de dag is. Als we het model op deze manier doorrekenen, dan merken we dat we inderdaad een groter aandeel hebben, maar dat ondanks deze snellere en betere introductie van elektrische voertuigen, dat we nog steeds met 40% verbrandingsmotoren zitten in 2050. Dus de vraag moet inderdaad gesteld worden, is het realistisch van tegen 2030 geen verbrandingsmotoren meer op de markt te brengen? En inderdaad, de vraag die moet gesteld worden, gaan we die disruptie krijgen of gaan we die niet krijgen? Een ander aspect die ik graag zou aanbrengen voor het debat straks, is de lifecycle analysis. Lifecycle analysis toont aan dat inderdaad elektrische voertuigen over de ganse levensduur naar greenhouse gas emissions een voordeel met zich meebrengen. Maar het toont ook aan dat een kleine wagen, een kleine benzinewagen, bijvoorbeeld een minicar, nog steeds een lagere CO2-footprint heeft dan een full elektrische Tesla. Dus daar moet ook de vraag durven gesteld worden, hebben we die grote, zware wagens nodig en moeten we niet naar een model gaan waar we meer realistisch de juiste wagen voor het juiste gebruik kunnen gebruiken. En dan tot slot zou ik graag nog een woordje meegeven over retrofit. We zitten op dit ogenblik met een vrij grote vloot aan wagens met dieselmotoren, Euro 5 en Euro 6. Al die dieselmotoren die stoten stikstofoxide uit. De vraag is, wat moeten we doen met die wagens? Als we heel agressief onze vloot gaan wijzigen in bijvoorbeeld Vlaanderen, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk die wagens op de tweedehandsmarkt brengen in Oost-Europa. En op Europees vlak zal de invloed van die heel agressieve elektrificatie misschien niet zo zichtbaar zijn. De vraag is, kunnen we dan aan dat huidige wagenpark iets doen? En dit is een onderzoeksproject die we uitgevoerd hebben
op Euro 6 wagen om te kijken van hoe laag kunnen we de NOx-waardes van een bestaande huidige Euro 6-waarde naar beneden brengen. En daar, als we dus de volledige vrijheid hebben in de technologieën, merken we dat we een wagen met een conformity factor van 5,4 naar beneden kunnen brengen tot 0,5. Dus we kunnen daar heel goede waardes naar boven krijgen. Retrofit-oplossingen zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan in SCR-substraten onmiddellijk in de dieselparticulatfilter te brengen en zo verder. Ik nodig jullie allemaal uit om naar de website te gaan van IECC. Ze hebben vandaag een pressrelease naar buiten gebracht over de dieselhub, waar je informatie kunt vinden over de diesel aftertreatment technologie. En als ik het goed begrepen heb, gaan ze daar vooral focussen op de mogelijkheid ook naar de retrofit oplossingen die ontwikkeld worden op dit ogenblik. Last but not least zou ik toch nog graag even een algemene context meebrengen. Verbrandingsmotoren pompen of verzuipen inderdaad voor personenwagens, maar naast personenwagens hebben we ook nog lichte vracht, zware vracht en bussen, waar eigenlijk tot op vandaag weinig alternatieven voor bestaan dan verbrandingsmotoren. We zitten met, als we spreken over emissies, zitten we met de emissies van luchtkwaliteit, dus stikstofoxide, particle matter, maar ook particle number. Maar we zitten aan de andere kant ook met broeikasgassen. En uiteindelijk moet de oplossing die naar voren geschoven wordt een evenwicht vinden tussen al deze problematiek of al deze emissies en broeikasgassen. Verbrandingsmotoren. We zitten ook met de diesel. Er wordt heel vaak gesproken over de verbrandingsmotor als diesel. Als we nu heel hard de diesel gaan uit het stadsbeeld verdringen, dan gaan we waarschijnlijk een piek krijgen in benzinemotoren, die nog steeds een verbrandingsmotor is en die uiteindelijk ook een aantal problemen met zich mee gaat brengen. En er zijn nog alternatieve technologieën. Als we spreken over hybride, is er heel veel variatie tussen de mild hybrid en de plug-in hybrid. Als we spreken over plug-in hybrid, zit je met de vraag van hoeveel wordt effectief elektrisch gereden? Gaan de mensen het effectief zoveel mogelijk elektrisch rijden? Gaan de mensen effectief de plug-in hybrid zoveel mogelijk opladen? Andere technologieën staan nog steeds open, zoals aardgas. En we blijven ook nog steeds met de vraag zitten van al die technologieën. Wat gaat de eindgebruiker uiteindelijk doen? Want het is geen geheim meer dat tegenwoordig veel mensen de diesel particulate filter eruit halen op oudere wagens of het SCR-systeem disablen om geen AdBlue te moeten toevoegen. Dus al die vragen moeten zeker meegenomen worden in het debat. Ik heb zeker geen volledig overzicht gegeven, maar ik hoop dat ik voldoende materie meegegeven heb voor een grondig debat. Dank u. De panelleden kunnen al naar voren komen. Dus er stonden mooi vier stoelen klaar voor de politici. Ik ga nog eens Paul van Miert verontschuldigen. Als de micro werkt, wat wel het geval zal zijn, dan gaan wij eraan starten. Je moet eerst al weten hoe het werkt. Ik heb misschien een mute gezet, pas op. Oké, ja, ik hoor iets. Goedenavond allemaal. Wij gaan een disruptief debat moeten voeren waarbij we de toekomst gaan moeten inhalen, want ik zie dat we al beginnen met een achterstand van 25 minuten.
Dus we gaan die 25 minuten proberen in te halen. De experten mogen zich hier zetten, de politici daar. Maar ik zal wel de stemmen verdelen. Ik ga even mijn papieren nemen. Even tussen. En jullie even voorstellen. Heel kort. Wij hebben... Rick Vera aan de kassa gevraagd. Ja. Wij hebben iemand van CD&V bij ons, die ook in Brussel vertoeft, als ik het niet goed heb begrepen. Maar ook in de Senaat. Ik ben lid van het Vlaams parlement. Ik ben Brusselaar, net zoals Annemie uit Jette. En we zitten ook alle twee in de Senaat. Ja. En u bent daar bezig met onder meer ook gezonde lucht in de Senaat. Want, dames en heren, de Senaat bestaat nog en die doet soms ook nog iets, voor alle duidelijkheid. U heeft daar een paar hoorsessies gedaan en u heeft daar een paar opmerkelijke dingen gehoord, hè, als ik me niet vergis, meneer Boucher. Ja, dus die Senaat die probeert nog nuttig werk te doen. Die doet dat trouwens gratis. Hè. Wij werken extra tegen hetzelfde loon als we in ons deelstaatparlement krijgen. En... Het bijzondere aan de Senaat is dat je daar een meer ontspannen sfeer hebt, minder politiek gehakketak, en dat we dus echt in de diepte zijn kunnen gaan bij de 5 namiddagen hoorzittingen rond de kwaliteit van de lucht en hoe we die kunnen verbeteren op de verschillende niveaus, zowel op gemeentelijk niveau binnen de gewesten federaal als Europees. En dat gaat u na aan het hart, want u bent ook een jogger in Brussel. Luchtkwaliteit is niet zo evident, hè? Daar denkt u wel eens aan, neem ik aan, als u eens... gaat lopen door de stad. Absoluut. Ik heb 2 parcours. 1 in het Elisabethpark, dat is voor de Basiliek van Koekelberg. Daar blijf ik toch echt 30 meter van de tunnelmond, want daar komt de Leopold 2-tunnel uit. En dan hebben we een veel mooier parcours in Jette zelf, het Boudewijnpark. Een absolute aanrader, daar voel ik mij veiliger. En naast u hebben we mevrouw Maas van Aglef, ook met Brusselse route. Het is wel groen ondertussen. Het is groen geworden intussen. Zonder uitroepteken. Ik ben geen politieke journalist, hè. Maar met een ver verleden al. Ja, dat is groen zonder uitroepteken de laatste tijd. Ja. U zit ook in Brussel, bent u actief? Ja. En ook in de Senaat, hè? Ja. Dus, hetzelfde verhaal. Heeft het gezegd. Dus, we zijn beide van Jette. Ik zit in het Brussels parlement en ik ben deelstaatssenator. Het thema luchtkwaliteit is iets dat mij heel erg na aan het hart ligt. 4 of 5 jaar geleden bijna, bij de samenstelling van de nieuwe Brusselse regering, een document van 150 pagina's, kwam het woord luchtkwaliteit er zelfs niet in voor. En dat is bij mij toch wel een eye-opener geweest om te zeggen van oh my god, ik dacht dat dat toch wel een van de belangrijke zaken was waar iedereen wakker van ligt. Ouders, voor hun kinderen, senioren, wie dan ook. En ik heb toen op dat moment... maskertjes uitgedeeld bij de ministers om te zeggen van kijk, ik denk dat er iets ontbreekt in jullie regeerverklaring, luchtkwaliteit. Jullie zullen het nog nodig hebben. Ja. En daar werd heel erg hard gelachen toen op dat moment. En nu spreken we dan over een lage emissiezone. Voilà. Dat kan snel gaan. Ja. Ik ga doorgaan naar mevrouw Van Bremt. SPA, anders. Nu ben ik wel mee. U heeft in Europa het Dieselgate-schandaal van heel dichtbij kunnen volgen. U was voorzitter van de Dieselgate-commissie. Ik ga heel kort vragen. U reist graag. Heb ik gezien bij uw hobby's. Neemt u dan een vliegtuig? Of neemt u meer in de trein? Of, Ik moet 1 keer per maand naar Straatsburg. Naar Straatsburg, dan neem ik de trein. Het is heerlijk reizen. Gelukkig hebben we TGV's. Ik ben vorige week naar Canada gegaan. Dat heb ik helaas wel met het vliegtuig gedaan. Ik heb niet gezwommen. Nee. Oké, dat is nog werk aan de winkel. Hè. Goed, aan de andere kant experten. Ik moet even de namen bijhouden. U bent, en ik ga even kijken. Ja, meneer Massin, ik denk u heeft een carrière gehad, als ik me niet vergis, eerst ergens in de gaswereld. Klopt dat? Ja, u zet de microfoon maar aan. Klopt. Ik ben 15 jaar geleden als ingenieur gestart in de energiesector. Toen nog bij Fluxys? Ja. Dan nadien 10 jaar nog de energiesector, elektriciteit. Om dan uiteindelijk de overstap te maken naar de automobiel. Want we hebben vandaag al heel wat gesproken over automobiel op zich. Maar wat er ook disruptief is, is dat in auto ook nog eens een batterij is op 4 wielen.
en dat dat ook zeer, zeer disruptief is voor die energiesector. Ja, klopt. Sommigen zeggen, het kan een voordeel zijn, we kunnen ze inschakelen in storage, maar dat zullen we later op terugkomen. Ik ga u overslaan, want u heeft hier al eventjes het woord gehad, naar meneer Verelle. Sinds heugenis bent u met auto's bezig, sinds de jaren 80, al als autojournalist. Hè? Klopt. En u heeft ook iets met paarden. Twee paarden, ja, toch nog inderdaad. Altijd. Ik heb, ja. Ik ben een petrolhead voor een stuk gebleven, om op Rick Veer te antwoorden. Maar in ieder geval bezig met de nieuwe technologie ook, maar ook met oldtimers. En eigenlijk was mijn droom om een deux chevaux te hebben uit mijn geboortejaar. En ik heb die verleden jaar gekocht. Ja. Enfin, en... ze is zes maanden ouder dan. En wat stoot die uit? Daar gaan we niet over praten. Ongelooflijk veel uit, maar ja. Ze rijdt heel weinig. Hè. Dat is juist... Ik heb ooit een lezer gehad die mij zei, kijk, ik ben een arbeider, maar ik ben dol op Ferrari. En ik heb mezelf met mijn spaarcentjes een Ferrari gekocht, een heel oude Ferrari, en ik ga daar eens per maand mee rijden. En dan ga ik met de trein naar het werk. Mijn buurman, die is zogezegd heel proper, want die rijdt met een Polo, elke dag naar zijn werk. Wie is de meest vervuilende? Ik laat dat aan de zaal. Naast u zit Mark Pekeur, heeft ook iets met auto's en met een paard. Twee paarden ook, maar dan twee. De echte paarden. Hey, ik heb ze niet onder de motorkap zitten, maar ik ben de trotse bezitter van onder andere een Brabants trekpaard. Ja, dat is echte horsepower. Hè? Real horsepower. En niet zo vervuilend. Ik denk dat dat ook een relatief is. Zie wel wat zo methaan, biogassen en zo van die dingen. Oké, okay, u bent autotechnoloog aan de Thomas More Hogeschool. Dat zullen we misschien wel kennen. Dan natuurlijk Philippe Awater, de geestelijke vader van dit project. U bent begonnen in april 2016 met aan de alarmbel te trekken en dan was het Dieselgate-schandaal volop aan de gang. Hè? Dat klopt. Ik ben ook notoire rijder van dus 20 jaar ervoor dan de bedrijfswagen, de grootste dat er kon zijn, want de hele familie kon daarin. Dus niemand is daar eigenlijk immuun voor. Maar ik vind het enorm goed hoe de luchtkwaliteit meer en meer in de aandacht is. Dat is natuurlijk van deze avond ook de bedoeling. Maar ook iedereen voelt dat wel in zijn omgeving, in de scholen, overal waar hij komt. Ja. Meneer Verhaai heeft al veel verteld, maar ook u heeft iets met paarden. En ja, geen... ik heb er iets meer, ik heb er 9. Ja, voilà. Dan voordat we daar straks op doorgaan, dan we nu even beginnen. En u stelde net de vraag over vliegreizen. Ik collecteer loyalty cards bij vliegtuigmaatschappijen, dus ik pleit heel schuldig. Ja. Ik wou dat er een alternatief voor was, maar dat is er niet altijd. Misschien de raketten van... Ja, wie weet, de hyperloops of wat er ook komt. Okay. Ooit lossen we dat op. Ja, goed. We hebben eigenlijk 5 blokjes die we gaan aanvatten in dit debat. En ik dacht dat eerst Filip al het woord was, die iets gaat vertellen. Hoe zit dat nu met die recall-acties? Hè? Met de retrofit, zoals dat al zo mooi wordt genoemd. Hè? Volkswagen moest 11 miljoen auto's binnenhalen. Ze zijn er nog niet. Mercedes, vorige zomer plots 3 miljoen, 3/4 van hun diesels. Nog wat andere constructeurs. Ik vraag mij af, hoe zit het daarmee? Wat is jouw korte toelichting daarvan? En dan gaan we in debat. Je zou denken dat we het gehad hadden na 2015, maar nog vorige week 60.000 Audi A6'en en A7, die dan te weinig AdBlue-inspuiting hebben, waardoor dat ze nu ook zouden moeten teruggeroepen worden. Soms hoor je daar eens even iets van, maar je hoort daar nooit structureel iets van. De Volkswagen dieselgaters die zijn al voor 75% effectief geretrofit. Blijkbaar heeft Renault in Frankrijk een programma vrijwillig opgestart. 5% van de mensen die ze hebben aangeschreven, hebben het gedaan. De enige vraag is een level playing field in heel Europa, overal. Hè, want ik hoor zeggen van ja, die NOx-wagens die gaan dan naar Oost-Europa. Ik ga even
beetje selfish zijn in de zin van CO2, dat is globaal, maar luchtkwaliteit, mensen, dat is echt wel heel lokaal. En daar kunnen wij hier iets aan doen en dat is, heeft impact hier op elk een van ons. Wat hebben de Duitse, kom naar mijn vraag, wat hebben de Duitse constructeurs vorig jaar aanvaard? De dieselbands kwamen eraan in de steden en zij hebben aanvaard, ja, die euro 5 en euro 6 normwagens, dus die wagens van de laatste 8 jaar, die toch meer uitstoten, we willen daar een retrofit aan doen. Nog niet duidelijk, gaat de overheid dat betalen, gaan zij dat betalen, gaan ze dat gezamenlijk betalen? Maar zij doen dat ook met een goede reden, dat die wagens dan nog kunnen verder blijven rijden. Maar oké, de wagens, de diesels van de laatste 4 jaar, die gaan we niet allemaal morgen van weghalen. 11 miljoen wagens in Duitsland, dat zou hier in België euro 5 en euro 6 ongeveer 1 à 1,3 miljoen wagens zijn. Wat gaan wij daar hier in België mee doen? De politiek. Ja. Wat doen we daarmee? Er is inderdaad een pact gesloten tussen de Duitse overheid en de autoconstructeurs uit Duitsland om aan retrofitting te doen. En de regelgeving is zo dat dan de dieselwagens die in België rondrijden van Duitse makelij onder diezelfde regelgeving zouden moeten vallen. Er is vastgesteld dat eigenlijk zeer weinig consumenten juist weten wat er aan de hand is. En daarom is er vanuit de minister van Consumentenzaken, die dan maar deels voor bevoegd is, maar toch een stuk, gezegd van meneer Peters, er moet veel meer gecommuniceerd worden over over die retrofitting. Nu, er is een enorme lacune. Ik ben zelf iemand, en ik zal een bekentenis doen. Ik was 7 jaar geleden op mijn 28e heb ik mijn eerste wagen gekocht. Dat was een Skoda Octavia Greenline. En daar kreeg ik toen zelfs 15% korting voor van de federale overheid, omdat dat een diesel was, maar die stootte weinig CO2 uit. Ja. Het kan verkeren, dus ik voelde mij toen goed. Ik voel me nu slecht. Ja, ik ben ook met de fiets naar hier gekomen, trouwens. Maar waarom zeg ik dat? Omdat ik daardoor tot die groep van Volkswagen eigenlijk ook behoor in België. En ik heb daar 1 of misschien 2 brieven van gekregen van Dieteren. Ja. Van kom eens met uw wagen langs om die in orde te laten zetten, maar het hoeft niet. Ja, u en kunt dus weigeren, dat is dan natuurlijk de vraag. Iedereen kan weigeren, ja. Er zijn mensen die weigeren, die zeggen mijn auto... Dus ik ben verbaasd over het cijfer van 3/4 dat dat al gedaan heeft. Ik vind dat zelfs nog redelijk hoog. Maar ik denk dat we op een bepaald moment een evaluatie gaan moeten maken en vanuit de politiek gaan moeten zeggen, en nu gaan we het opleggen. Mm. Maar om daar een wettelijke basis voor te vinden, dat is moeilijk. Dus dan moet je echt... Ja, ingrijpen bij de consument zelf. Ja, mevrouw Maas. Opleggen. Lijkt wel wat, hè? Want nu zijn er mensen die zeggen mijn auto gaat stuk, hè, als ik hem binnenbreng. Wordt ook wel, ik denk toegeven dat, door constructeurs, dus België, ja, België eigenlijk alle regeringen, ongeacht of het nu de federale regering is of de gewestregeringen, eigenlijk veel te weinig gedaan hebben op het moment dat Dieselgate is uitgekomen. En dat was ook vorig jaar in het debat duidelijk. Als Duitsland toch als automobiel land, het kan, waarom kan het in België dan ook niet? En dan begin je gewoon met je wetgeving, met het verplichten en dan ook de handhaving. En ik denk in heel dat proces dat het overal aan ontbreekt in België, omdat het, en ik heb dat ook de vorige keer gezegd, ons beleid heel erg versnipperd is. En dat is de vraag. Om meer bevoegdheden naar de gewesten te doen, heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk nog altijd geen algemeen globaal Belgisch beleid is om dat aan te pakken. En ik denk dat er, ik kan van alles uitvinden, maar natuurlijk als je ziet dat er bijvoorbeeld voor klimaatakkoorden, dat 7 jaar geduurd heeft om 1 klimaatakkoord te hebben voor België. We waren het kneusje van de klas. Vrees ik er een beetje voor dat op vlak van alles wat met de auto te maken heeft, dat daar ook gigantisch veel tijd gaat overgaan vooraleer dat België uiteindelijk in de totaliteit maatregelen gaat nemen. Want misschien, dat kennen we dat verhaal, is België wat Europa in het klein daar, mevrouw Van Bremt, zou Europa daar zijn rol dan niet kunnen spelen en zeggen, sorry, verschillende lidstaten,
U gaat nu in verspreide slagorde dit probleem aanpakken en u doet het ook. Sommigen doen het gewoon niet. Laten hun constructeurs gewoon gerust ook. Kijk naar de Fransen, de Italianen. Europa, sorry, u heeft uw klanten bedrogen. Die auto's gaan moeten teruggebracht worden en correct opgeknapt worden. Ja. Ja, dat lijkt compleet logisch wat je zegt. Ik zou ook echt wel willen dat we die bevoegdheid hadden. Ik wil hier niet gewoon een klassiek pleidooi voor meer Europa houden, maar we hebben een interne markt. Als je je auto op de markt brengt en je bent ergens goedgekeurd, dan mag je die in heel Europa verkopen. Maar de controle daarop, wat je daarmee moet doen en of ze je moet terugroepen, daar heeft Europa eigenlijk niks over te zeggen. Dus ik zou echt wel willen, en ik zie dat het in België misloopt, maar het loopt eigenlijk in waanzinnig veel landen mis. In sommige landen zijn de terugroepprogramma's volledig vrijwillig. Bij sommigen zijn ze verplicht voor de constructeur, maar vrijwillig voor de consument. Ja. Maar het is eigenlijk nog veel erger dan dat. De terugroepprogramma's lopen volledig fout, of niet zoals het moet. Maar bovendien, mag je niet vergeten, iedereen kijkt naar Volkswagen, want daarvan is algemeen gekend hoe het gesjoemel gebeurd is. Maar wij hebben in de Dieselgate-commissie naar boven gebracht dat het een probleem is bijna bij alle constructeurs in Europa. Het is een beetje zoals een peloton. Ze hebben allemaal gesjoemeld. En je moest meedoen of je kon niet meer volgen. Voilà. En omwille van de onduidelijke wetgeving, en daar zijn we wel mee bezig om die aan te pakken, kunnen ze zich blijven verschuilen. En dus het probleem op de markt vandaag is dat er dus diegenen die teruggeroepen zijn, dat we niet van weten of dat allemaal goed gebeurd is. Er zijn ook in toenemende mate indicaties dat daar mankementen bij zijn. Dus die auto wordt teruggeroepen, die software wordt aangepast. Blijkt achteraf dat er veel problemen zijn. 2 miljoen wagens op de markt gebracht door andere constructeurs waar er ook mee gesjoemeld is, die helemaal niet zijn teruggeroepen. En 3, daar heb je het daarnet gehoord, omdat de conformiteitsfactor zo enorm gerekt is. Dat wil eigenlijk zeggen dat de wetgeving die we Europees gemaakt hebben rond euro 5 en euro 6, wat de wagens op de weg betreft nu, dat eigenlijk compleet dode letter gebleven is. En dan in België, in Duitsland, degene die dan het meest in gang schieten, moet ik zeggen, dat zijn de steden die het wel gehad hebben. Want die zijn echt bezorgd om de luchtkwaliteit van hun bevolking. Die proberen allerlei dingen, een ban. Maar in België gaat het vooral rond low-emission zones. Ja, dat is gebaseerd natuurlijk op wagens. Dat is papier. Dat is papier. Ja. Dus dat is, daar is toch nog wel redelijk veel werk. Is er nog een draagvlak in het Europees Parlement, een meerderheid, om dat strenger te maken? Want in uw eigen fractie vraag kan ik mij voorstellen dat de Duitse socialisten zeggen: oh, onze auto's nog eens aanpakken, onze auto-industrie. Ja, laat maar. We zullen wel. De proof of the pudding die komt straks, wanneer dat we de nieuwe CO2-wetgeving we zijn die nu aan het behandelen. Omdat, dat hangt allemaal voor een stuk samen. Hè, want uiteindelijk weten we waar we naartoe moeten. Er is naar 100% zero-emission cars. Hè. Ik heb er net goed geluisterd naar uw betoog en ik vond dat wel interessant, maar ik miste een aantal dingen enorm. Want ik zag dat BMW en ook Volkswagen enorm veel middelen investeert in elektrificatie. Maar dan vraag ik me altijd af, waarom besteedt ze dan ook nog zo ongelooflijk veel middelen in het sjoemelen? En 2, veel research and development is gegaan naar het sjoemelen. En 2, waarom wordt er zoveel geïnvesteerd in het creëren van immense lobby's om mij en al mijn collega's in het Europees Parlement ervan te overtuigen dat we dat vooral niet moeten doen? Hè? Ja. Een low emissions mandate opstellen, dus verplichten dat de elektrificatie gebeurt. En dat was mijn tweede. Het probleem, weet je, je hebt sterke overheden nodig in dit verhaal. Ik geloof heel erg in de kracht van de consument. Ik geloof heel sterk in de kracht van sommige industrieën. Maar de auto-industrie in Europa behoort tot de meest conservatieve van de wereld. En in dat opzicht hebben we heel, heel nood aan sterke en moedige politici. In het Europees Parlement hebben we naar aanleiding van Dieselgate in ons verslag gestemd dat we tegen 2035, dat mag van mij vroeger, was een compromis, maar ik kan daarmee leven, tegen 2035 geen enkele combustion engine meer op de markt mogen brengen. Wel, de vraag is, gaan we dat nu nog kunnen realiseren in de echte wetgeving? Ja. Maar als het van de industrie afhangt, dan zal het alleen maar lobby zijn om dat tegen te houden. Ja. Vanuit experten hier, zijn bijvoorbeeld Fiat die rondrijden. Op die één opmerking, het is een hele terechte.
Want het ergert mij ook. Alleen de investeringen die ze aan het doen zijn, zijn bijna gedwongen investeringen. Ze durven niet langer om het niet te doen. En ik weet hoeveel BMW 5 jaar geleden daar investeerde, hoeveel dat nu is. Het is gigantisch toegenomen, gewoon omdat ze wakker geschud zijn. Ze kunnen niet anders. Voor mij is het alleen een bewijs dat het effectief aan het gebeuren maar is. Maar ze bewandelen nog de twee wegen. Absoluut. Hè? Dus absoluut mee eens. Alles aan doen om de verbrandingsmotor op de weg te laten. Je hoeft mij niet te overtuigen dat ze heel gespleten daar naartoe gaan en eigenlijk met de handrem op aan het investeren zijn om het niet te missen. Er zijn partijen die vol aan het investeren zijn en ik ben er ook van overtuigd dat de nieuwe spelers, dat is mijn persoonlijke geloof, niet gaan komen uit de traditionele auto-industrie. En dat ze proberen om zo lang mogelijk het tegen te houden, dus volkomen eens. En we zitten in een democratie, dus ik geloof nog altijd in de kracht van veranderende consument, want dan hebben sterke politici nodig om die veranderende consument te vertegenwoordigen, om het effectief af te dwingen. Anderzijds, de lidstaten hebben ook hun verantwoordelijkheid. Als je bijvoorbeeld ziet dat België probeert te ontsnappen aan zijn eigen testcentrum om de uitstoot van auto's te meten, als Europa er niet in geslaagd is, zoals in de Verenigde Staten, van één grote onafhankelijke structuur uit te bouwen, ja, dan vraag ik mij ook af, de consument, wil die dat wel allemaal? Want als hij een auto kiest, dan kiest hij dikwijls voor, hij moet een beetje kracht en koppel hebben. En de vervuiling, ik denk niet wakker van. En ik denk, kijk, ik heb... En dat zijn dan ik geloof daar steeds minder in. Ik heb 2 twintigers, niet meer thuis, maar 2 twintigers als dochter. En die zijn daar compleet, totaal, absoluut niet mee bezig. Niet op de manier waarop ik er mee bezig was. Al die dingen die jij nu genoemd hebt, die zeggen hen niks. En niet alleen zij, maar ook hun man. Die zijn daar compleet, totaal niet mee bezig. Die zijn met heel andere dingen bezig. Die hebben nog niet zo lang geleden elektrische fiets gekocht en die hadden 2 auto's. Die hebben allebei 1 auto gewoon ingeruild. Moeten we niet meer hebben. Doen we niet meer. Ja. Zo dachten wij niet. Wij hadden 1 auto, we moesten een 2e auto, maar ze hoorden dat. Die zitten toch compleet anders in elkaar. Dus ik denk dat we echt onderschatten hoe alles wat nu aan het gebeuren is. Het is heel jammer dat die wetgeving zo lang zo onduidelijk blijft. Maar hoe langer die heel onduidelijk blijft, hoe meer vertrouwen mensen gaan verliezen in wat is dit nu allemaal. Ja, dat gebrek aan transparantie gaat de hele automobielindustrie heel zuur opbreken. Dus ik ben er helemaal niet rouwig om, want het versnelt alleen maar het proces. Nou, ook nog een puntje vanuit Leaseplan zien wij ook heel sterk die markt veranderen, die consument veranderen. Dat je zegt dat van zo? Ja. Die elektrische auto, als we 5 jaar geleden bekeken, werden die door de traditionele merken in de markt gezet als zijnde dit is het ecologisch alternatief. Nu, dat is een verkoopsargument waar de gemiddelde consument vandaag niet wakker van ligt. Hè? Of dat het nu groen is of niet. En dat is net het voordeel van elektrische wagens. En dat is ook het pionierswerk van Tesla, wat zij gerealiseerd hebben. Zij hebben de elektrische wagen van die micro-auto, van die golfkar, eigenlijk verder gebracht naar een grotere, normale gezinswagen. En wat we vandaag zien, is dat die klassieke elektrische gedachtegoed van dit is een kabouterauto waar je net de kerktoren mee rond kunt, of net niet, daar zijn we vandaag vanaf. En dat is het goede. Dus de treehugger-verhaal is ten einde. En vandaag kiezen mensen, petrolheads, kiezen voor elektrisch, net omwille van dat koppel, net omwille van die pk's, omwille van het zen rijden met die auto. En dat is effectief, hetgeen dat Rick ook al gezegd heeft, 98% van mensen die in elektrisch gereden hebben, die willen niet anders. Ja. Omwille van comfort en fungehalte. En dat is de reden waarom dat het gaat doorbreken. En toevallig is het ook nog eens een ecologisch alternatief. Ja, maar je oude auto moet nog altijd binnengehaald worden als uw constructeur dat belooft. Hè. Filip, ik wil ook even terugkaatsen naar de zaal. Zijn er dan mensen die opmerkingen hebben over die retrofit en hun auto's daar achteraan? Zou jij even of iemand van je medewerkers als chaperon willen dienen om de microfoon even tot bij de mensen te brengen? Dan maken we het iets interactiever, kort, en dan gaan we over naar het volgende. Puntje, dan ben jij Mark Pekker over wat de technologie kan oplossen. Ja, zegt u maar. En zegt u maar aan wie u de vraag wil stellen. Hè? Ja, het panel. Ja. Stoot in deze discussie en de Zwarte Piet naar elkaar toeschuiven,
batterijtechnologie en elektrische batterijzaken, maar ik geloof niet in de oplossing van de elektrische auto. Er wordt nooit gesproken over de huidige batterijtechnologie, die vandaag nog altijd niet ver genoeg staat. De grondstoffen zijn super zeldzaam en straks komen oorlogen, komen er oorlogen voor die grondstoffen te vinden. Dus, en geen enkele politicus wil dat aspect in een discussie aannemen. Ik denk dat die vraag... Is hooguit een tussenoplossing. Die vraag sluit perfect aan op wat Mark Pekeurs net gaat zeggen over de toekomst. Heeft niet zoveel te maken met het terughalen, de retrofit van auto's. Hè. Het is daarop dat ik wat reacties zoek uit het publiek. Maar zijn er mensen die nog echt over die terughaalactie nog iets willen? Meneer, u daar? De microfoon komt zo tot bij u. We gaan straks over de batterijtechnologie met meneer Pekeurs het wel hebben. En dat zal nog in de rest van het debat wel komen. Hoor. Ja. Zegt u maar. Niet zozeer over het. Een elektrische wagen verbruikt van gemiddeld 18 kWh per 100 km. Als u een verbrandingsmotor neemt, of u diesel op energie, benzine of CND is, dan zit u aan de 63 keer meer. Alle ingenieurs in de zaal weten dat energie dat je maar één keer kan gebruiken. Dan moet je niet waar energie is, even op de geconcentreerde kans bent. Dus energie, daar moet je extreem zuinig mee omspringen. Verbrandingsmotoren. Ja. Dus okay. Alles wat we nu nog kunnen investeren in verbrandingsmotoren, dat is eigenlijk geld in tijdsverspilling, die aandacht wordt veel beter besteed aan de verontwikkeling van de energie. Ja. Mark, ik ga jou even daarop verder laten doorgaan. Hè. Voilà, wacht even. We als ik erop kan reageren, terug. Efficiëntie speelt geen rol. Rendement is van kan. Absoluut geen tel. Als ik zie, als we 1% van de zonne-energie capteren en 2% rendement hebben, dan kunnen we alles doen wat we nu doen. Rendement is absoluut van geen tel. Het gebruik van zeldzame materialen wel, en daar moeten we een oplossing voor zoeken. Maar rendement is absoluut van geen belang. Jij maakt hier een statement, hè? Technology doesn't matter, the future is zero. Kan je dat kort even toelichten, Mark, wat je in het panel wil gooien? Ik ben ervan overtuigd dat we nu een aantal technologieën hebben en dat er daar, als we dan naar de toekomst kijken, dat het op termijn zal bepaald worden door degene die de mobiliteit aanbiedt. Wij gaan die mobiliteit kopen bij een mobility provider en het zal op dit moment het meest economische zijn dat uiteindelijk doorbreekt. En of dat nu elektrisch is, of dat nu verbrandingsmotor is, het zal zero emission moeten zijn. En je kan bijvoorbeeld op de korte termijn nog wat met LPG, nog wat met aardgas, noem maar op. Maar op termijn zal het zero emission zijn. En of dat nu elektrisch is, dat speelt mij geen rol. Het zal allemaal van de zon vertrekken. En je kunt bijvoorbeeld op methanol en al wat je wilt. Maar ik zie geen beperkingen in energie. Efficiëntie speelt geen rol. Zero emission zal het zijn. Mm-hmm. Kan daar vanuit de politiek aan die modellen... Model van u koopt een auto en u rijdt ermee rond en het kapitaal staat voor uw deur, gewerkt worden dat we dus inderdaad gaan naar die gemengde transportmodi, eventueel een auto huren, kiezen voor het beste, meest efficiënte. Dat is iets wat ik toch een beetje mis hoor. De zero emissie, één ding, maar je moet het totaalplaatje van de mobiliteit zien. Want de wagen alleen, hoe zuinig en hoe proper hij ook is, blijft ook een gevaarlijk... voorwerp. Ik denk dat dat ook bij de uiteenzetting duidelijk was. Dus je hebt verkeersveiligheid, je hebt tal van zaken en minder verplaatsingen. Ik was ook gecharmeerd door uw uiteenzetting dat het bezit, autobezit, ook minder moet zijn. Hè. Het autodelen of hoe zou ik zeggen, het collectieve gebruik, ook minder verplaatsingen. Want ik moest wel even... Ik was minder fan van wat ik hoorde van Bart Tommelijn daarstraks in de zin van dat hij een aantal zaken poneerde waar ik het absoluut niet mee eens ben. Bijvoorbeeld 23 kilometer per dag afleggen. Dat is perfect mogelijk met een elektrische fiets. Mm-hmm. Er zijn andere mobiliteitsmodi die evengoed belangrijk zijn om in dat totaalplaatje van die zero-emissie te spelen. Ja.
Meneer Pouchet. Ja, ik wou inpikken op het verhaal van de totale verplaatsingshoeveelheden. We hebben daar in de Senaat ook al heel even over gesproken. Ik ben het daarmee eens. Je moet proberen door een slimme ruimtelijke ordening en door het gebruik van nieuwe technologie en telewerk enzovoort, om je aantal verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Maar ik vind niet dat we al vanuit de overheid mensen gaan moeten opleggen ooit om te zeggen van je mag maar zoveel verplaatsingen doen in je leven, per week, per dag, van zoveel kilometer. Dat zou ik een heel gevaarlijke evolutie vinden. En ik denk dat we de komende jaren nog steeds, ondanks de technologie, en zelfs als we de perfecte ruimtelijke ordening zouden hebben, waar nog werk aan is, dan gaat die verplaatsingsbehoefte volgens mij en volgens de modellen die ik zie alleen maar toenemen. Dus zelfs, en dat vind ik raar, bij mij is het punt als we met een nieuwe technologie naar een zero emission kunnen gaan en naar een veilig verkeer, dan is voor mij verkeer best oké. En dat is een verschil, denk ik, in onze visie. Een tweede belangrijk punt is, dat is een olifant in de kamer waar het heel gevoelig is om over te spreken, dat is die demografische explosie op onze planeet. En de bevolkingsgroei, we moeten daar iets aan doen. En we moeten dat ten gronde aanpakken om op die manier de uitputting van onze aarde en ook het aantal verplaatsingen beperkt te houden, want we gaan het anders niet kunnen bolwerken, zelfs niet... Allee, qua plaatsgebrek zelfs, hè, maar ook rare earths enzovoort. Ten slotte heb ik nog een vraagje aan eender wie van de experts. Ik heb onlangs met de CEO van Living Tomorrow gesproken en die zei, die rare earths, dat is geen probleem. We hebben genoeg, we kunnen genoeg batterijen maken. Ze hebben nu dat eiland ontdekt in de Stille Oceaan of in de Japanse territoriale wateren. Mijn vraag is, klopt dat? Wel, er is wel degelijk, hè. We kunnen dat, maar als we nu met het beperkt aantal elektrische auto's al hebben, als we nu al moeten denken aan zeldzame materialen, we hebben nooit gedacht aan materialen voor auto's te maken en we hebben er meer dan 1 miljard. Maar ik denk dat die zeldzame materialen is niet direct de basis van het probleem. Dat is nu een probleem omdat we naar die technologie kijken, want er zijn verschillende andere technologieën die dat probleem niet hebben. Ik zeg het, als we het idee loslaten dat we een hoog rendement moeten hebben, dan kunnen we heel veel andere dingen doen die ook zero emission zijn en die druk niet leggen op zeldzame materialen. Het is zo dat als we gewoon naar lithium kijken, daar is China in de lead. Als er morgen heel veel elektrische auto's zijn, dan zullen wij die technologie in China kopen. En zullen wij de zeldzame materialen van China kopen. En de Chinezen gaan die ons niet gratis geven. Hè? Dat kun je vergeten. Hè? Dus als wij nog iets willen betekenen, zullen wij naar een technologie moeten zoeken die eigenlijk die een druk niet heeft. Maar dat we er absoluut, dat we al 1 miljard kunnen doen als dat moet, zodanig dat we dat probleem niet hebben. En recyclage van daarmee op inzetten? Vandaag de dag is de recyclage één ding, maar die is vandaag de dag is die gewoonweg nog te duur. Daarvoor is lithium bijna nog onbestaande. Te bijna onbestaande. Een auto. Ik ben gewoon eens mee gaan lopen bij een bedrijf waar dat je de autovrakken ziet. En ik heb gevraagd wat gebeurt er op vlak van recyclage. Dat is amper iets hè, dat daarmee gebeurt. Mm-hmm. Dat wordt verplaatst naar andere kanten van de wereld misschien, maar bij ons gebeurt niet. En ik denk dat er daar een enorme producentenverantwoordelijkheid is en dat Europa een rol zou kunnen spelen om te zeggen, jullie zijn verplicht om in jullie nieuwe wagens zoveel van uw materialen, gerecupereerd materiaal te gebruiken. Anderzijds hoor ik een Umicore bijvoorbeeld die zeggen, kijk, als het nu over batterijtechnologie of brandstofcellen gaat in auto's, wij zitten op een uitstekende plaats. Wij zijn bijvoorbeeld wereldleider in het recycleren van edelmetalen uit katalysatoren. Wij willen eigenlijk dat er geen auto's meer verdwijnen naar Oost-Europese, Afrikaanse autokerkhoven. Die moeten allemaal terugkomen. Dus het kan misschien wel. Mag zelfs. Mag niet, maar het gebeurt wel illegaal. Het gebeurt, ja, maar het mag. Ja. Die recyclage van de wagen, ik denk dat dat bij een lokale handelaar was, maar cijfers van Fabiac tonen aan, ik denk dat 99,5% van de wagens die bij dealers terugkomen, dat die effectief volledig gerecycleerd worden. Ja. Waarom is er nu nog geen recyclage bij Umicore van elektrische batterijen? Omdat die in second life zitten om energie te gaan doen. Ze smeken bij Umicore voor batterijen, maar ze krijgen ze niet. Dus dat kan denk ik heel snel evolueren. Ja. En om te zeggen van ja, ik volg Mark helemaal dat waterstof dan beter zou zijn voor die rare earths. Maar in die katalysatoren van nu, van de benzine- en de dieselwagens, zitten ook zeldzame materialen. En ik ben ervan overtuigd dat zelfs met die conflicten rond
kobalt, eventueel later lithium en dergelijke, dat we dat ook gaan opvangen door eigenlijk andere technologieën daarin te integreren. En eigenlijk zou Europa daar ook meer mining moeten doen in onze voortuin. Maar bijvoorbeeld in Finland, denk ik, of in Zweden, is er een mijn niet mogen opengaan door het NIMBY-factor. En dat is toch ook heel erg. En mevrouw Van Blent, het ging over Europa. Kan ik even, dan kaats ik direct naar u toe natuurlijk. Wat kan Europa daar ook nog meer doen? Ja, heel veel. En we zijn daar ook volop mee bezig. Hè. Mm-hmm. Het is ook om op die vraag van meneer te antwoorden over de batterijen. Batterijen is redelijk key in deze discussie. Hè. Ik ben het met veel dingen eens die Mark gezegd heeft. Niet alles. Ik geloof niet in clean diesel. Ik geloof helemaal niet in clean diesel. Ik geloof niet dat dat bestaat. Maar ik ben het ook eens over uw efficiëntie. Maar daar zit toch een hele grote maar bij. En dat is het eerste wat ik daarover wil zeggen. In het globale concept moeten we effectief veel meer op andere vervoersmodi inzetten. Je hebt dat wel gezegd. Hè? En uw opdracht was ook om rond een auto na te denken. Maar het is wel heel belangrijk, omdat een auto in zijn hele levenscyclusanalyse, of hij nu elektrisch is of hij is iets anders, ja, natuurlijk een hele grote voetafdruk heeft. Hè? En dus is het veel zinvoller om collectief vervoer te doen, op een andere manier u te organiseren. We gaan in de toekomst ook allemaal veel meer nog in de stad wonen. Allee, daar zit een hele goede evolutie op, die ook ondersteund moet worden. Maar die batterijen zijn effectief, die zijn daarin key. En morgen komt de commissie met een strategie rond de trucks eindelijk. Hè, en over CO2-uitstoot van heavy-duty vehicles. Maar er komt ook een strategie rond de batterijen. Want er wordt echt wel over nagedacht. We hebben nog niet alle oplossingen voor handen. Maar we gaan die batterijen moeten bouwen. We gaan die heel hard nodig hebben. En dat is het eerste. We gaan die vooral in Europa moeten bouwen. We gaan effectief niet moeten... Want anders zijn we heel dom bezig als we die allemaal moeten gaan kopen in China. En twee, laten we nu meteen het juiste doen. En laten we nu meteen ervoor zorgen dat de batterijen die we gaan bouwen volledig in die circulaire economie zitten. Hè. En dat betekent dat er ook wetgeving gemaakt moet worden over hoe die batterijen moeten gebouwd worden, om ervoor te zorgen dat die volledig kunnen gerecycleerd worden en volledig in de loop kunnen gebracht worden. En dat is wat we moeten ontwikkelen de komende jaren op het Europese niveau. Ik heb bij wijze van grap gisteren gezegd dat je nu allemaal aandelen van Umicore moet kopen, want dat die de hoogte gaan ingaan. Ja. Tony, verder, jij wou nog iets zeggen daarover? Ja, ik wou iets zeggen over de normering door de overheden. Er is een paar jaar geleden een grote omzwaai gebeurd en daar treed ik Mark een stuk bij. De overheid is eigenlijk voor een stuk terecht, omdat ze op haar zenuwen kreeg van het gesjoemel van de constructeurs, is overgestapt niet op het opleggen van normen niet meer, maar op het zeggen hoe het moet evolueren, technisch gezien. En dat is een heel grote stap die ze gezet hebben. Namelijk, de overheid zegt nu, grosso modo, het moet elektrisch worden. Terwijl hij eigenlijk aan de ingenieur zou moeten overlaten van hoe het zal moeten worden. Ja. En de overheid zou moeten normering opleggen, zero emission. Ten tweede, hoe gaat men controleren? Want dat vind ik toch wel zeer belangrijk. Je kan ongelooflijk strenge wetgeving doen, maar het is alsof de burgemeester van Antwerpen zou zeggen, in Antwerpen is er geen criminaliteit. Waarom? Het is verboden. Ja. Voilà. Ja, maar dat is wat Europa ook doet. Ja, maar dat is wat Europa bijvoorbeeld gezegd heeft. Ze controleren van geen kanten alle overtredingen. Klopt. Excuseer. Niet elke keer Europa. Ja. Hè. Bij de controle van auto's, market surveillance, dat is lidstaten. Daar heeft Europa niks over te zeggen. Ik was een voorstander om dat op Europees niveau te brengen, maar... Omwille van allerlei ideologische redenen, niet te veel Europa, is dat op lidstaatniveau gebleven. En dan moeten, en dan kijk ik naar mijn collega's, dan moeten eens gaan proberen uit te vissen in dit land wie er verantwoordelijk is voor de markttoezicht. Hè? Wel, en dan zitten we bij een probleem. Het is niet Europa die de controles mag voeren. Het spijt me. Of dat het nu Europa is of een ander. Ik ben consument. Ik wil dat het gecontroleerd wordt. Ja, je hebt gelijk. Heb je? En dan kan u heeft gelijk. U heeft dat gelijk. Het Europa zijn fout is. Je moet bij uw Belgische en Vlaamse overheden. Ja, die geven niet thuis, helaas. Ja, maar... En ook in veel andere landen niet. Dus daar zit je wel op een structureel probleem. Je kunt niet altijd naar Europa wijzen. Ja. Allee, ja. We hebben echt waar opnieuw de wetgeving op de markttoezicht proberen te veranderen. We zijn stapjes vooruit gegaan. Het enige wat we hebben kunnen realiseren is dat als het echt niet anders kan, dat Europa af en toe dat naar zich kan toetrekken. Maar het blijft lidstaatniveau, helaas. Ja. Ik wil daar nog iets aan toe. Ik ga proberen niet naar Europa te wijzen, maar ik ga wel een vraag stellen aan mevrouw Van Bremt.
Ik heb vroeger in een vorige context van een andere job ben ik betrokken geweest in de jaren 2000 in de End of Life Vehicle Directive. En die directive bestaat nu al sinds 2000 en die legt heel hoge recycleerbaarheid op aan autoconstructeurs. En ik merk inderdaad dat daar op de dag van vandaag heel weinig van terecht komt. Dus daar onderschrijf ik inderdaad wel een beetje het punt dat er is wetgeving, er is geen toezicht, er is geen omzetting in de praktijk. Ik denk dat we blijven heel lineair denken over alles en ik wil toch een keer inpikken. En dat was een terechte opmerking. Je hebt het over de auto gehad, maar ik heb het veel liever over mobiliteit. En ik heb het wel gezegd, we verwarren de auto met mobiliteit, mobiliteit met de auto. En dat is lang zo geweest, maar we leven nu in een stedelijke omgeving, in een hypergeconnecteerde samenleving, waarin we heel veel van de discussies, het gaat heel lineair. Het aantal batterijen wordt meteen vermenigvuldigd met het aantal auto's wat op dit ogenblik ingezet wordt, wat compleet irrelevant is, want die auto's, die nieuwe auto's die gaan ontworpen worden, die gaan niet meer ontworpen worden voor individueel bezit, maar die gaan ontworpen worden voor shared bezit. En de auto, iets op vier wielen, gaat niet het enige vervoermiddel zijn dat gaat ingezet worden. Er gaan heel veel alternatieven zijn van inderdaad vanaf fietsen tot en met wat we nu nog openbaar vervoer noemen en alles ertussenin. Dat er aan de batterijtechnologie nog moet gewerkt worden, weten we allemaal. Maar er wordt pas aan technologie gewerkt op het ogenblik dat iets doorbreekt. Er wordt zelden aan technologie gewerkt op het moment dat het altijd met geldstromen te maken. Op het moment dat er geldstromen naartoe gaan, wordt er verbeterd. Ik weet met absolute zekerheid, want ik zit ook bij een aantal energy providers bezig, dat de vraag naar batterijen groter is dan het aanbod op dit ogenblik. Dus afgedankte batterij uit auto's. Het probleem is dat ze veel te lang meegaan. De eerste Tesla's rijden nu rond met hoeveel? 500.000, 600.000, 700.000 kilometer, een miljoen kilometer, met amper verlies. Men had gerekend dat die veel sneller in het tweede circuit zouden terechtkomen. Ze komen niet in het tweede circuit terecht. En ik wil nog één opmerking maken rond de oorlogen die er nog niet zijn. Maar ik wil het aantal oorlogen rond olie, die wil ik niet op een rijtje zetten. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Goed. Ik stel voor dat we de volgende interventie gaan. Kan ik dan even de slides zien? Ja. Voilà. Ik had het daarnet over paarden en auto's. En zo waar, hier staan paarden en auto's. Tony Verelle, u heeft het over een totaal ander model. Zoals we vroeger met onze paarden omgingen en onze auto's. Ik moet even toelichten. Het is geen ander model, maar ik denk dat ik in mijn carrière toch al wel 100.000 keer gevraagd ben hoe dat het zal evolueren de volgende keren. Ik heb ook al een aantal goeroes tegengekomen, die hebben allemaal andere ideeën. Dus ik weet het ook niet. Als ik het moest weten, dan zou ik hier niet zitten, denk ik. Maar ik heb wel een goeroe tegengekomen die een interessant idee had. Namelijk, die gaf het voorbeeld 150 jaar geleden, waarin de Verenigde Staten 60 miljoen inwoners en 20 miljoen paarden. Waarom? Het paard was de means of transport. Dus werd ongelooflijk veel gebruikt. Als het paard begon te manken of het werd stock-out, dan nam de eigenaar zijn revolver, schoot het dood en at het op. Dat was nog recyclage ook. Dus een goed systeem. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 350 miljoen Amerikanen. Er zijn nog altijd 20 miljoen paarden. Evenveel als toen. Als het paard nu iets voor heeft, datzelfde paard, dan moet eerst de veearts komen. Als hem dan iets aan zijn tanden heeft, dan zal de tandenspecialist komen. Als er een speciale prothese moet overgevlogen worden uit Europa, zal dat ook gebeuren. Dus het paard is volledig van status veranderd. Maar er zijn altijd evenveel paarden. En dat is eigenlijk zijn idee van hoe de auto zal evolueren. De auto zal niet meer dienen voor mobiliteit. Absoluut niet meer. Er zal op mobiliteit geshopt worden met allerlei mogelijke vervoermiddelen. Maar er zal nog altijd een soort van nucleus zijn van mensen die een auto willen bezitten omwille van het voorwerp. Zoals er nu paardenliefhebbers zijn, zullen er autoliefhebbers zijn. Dat was zijn analyse. En ik vond die wel interessant, want het gaat inderdaad niet, binnen 20 of 30 jaar gaat het, wat de auto betreft, niet meer over mobiliteit, maar het gaat gewoon voor een bepaald segment van de markt, want dat zullen natuurlijk de merken zijn die een imago opgebouwd hebben, dat
het interessant maakt om dat, die auto te bezitten, die gaan overleven. En de rest zal moeten vechten voor de markt van de zelfrijdende auto, voor de gecollecteerde auto en dergelijke. Nu, ik kan mij voorstellen, heer en dames, politici moet ik zeggen, dat een autoconstructeur die ziet, er is veel meer volk, maar ik verkoop evenveel paarden en niet meer, dat die misschien wel niet zo enthousiast gaat zijn over die ontwikkeling. Want men wil elk jaar wel wat meer auto's verkopen. Gebeurt helaas nog altijd. Je kunt het vergelijken met de vinylplaten. Wat blief? Met de vinylplaten. Die teruggekomen zijn. Ja, die ook altijd zullen blijven. Maar die niet in de totaliteit meer de rol spelen zoals vroeger. Voelen jullie geen druk vanuit de constructeurs dat zij toch niet mee willen in dat plaatje? Uiteraard. En nog altijd vastzitten in, we willen er meer afzetten? Eigenlijk gewoon na dieselgate is het ook al vastgesteld dat een aantal constructeurs toch nog hun nieuwste modellen op de markt hebben gebracht, er misbruik hebben gemaakt van de periode dat de normen verstrengd werden, om toch nog gauw hun oude modellen er allemaal door te krijgen. Dat zijn wagens van 2015, 2016, die nu nog de eerstkomende jaren gaan rijden. En dat is eigenlijk een toonbeeld van dat ze vrij conservatief gereageerd hebben en zullen blijven reageren. Ik verwacht ook meer van andere spelers. Ik denk dat dat ook in uw uiteenzetting was, dat het andere spelers zullen zijn die uiteindelijk de verandering gaan teweegbrengen. En ik ben nog niet helemaal overtuigd of het momentum al voorbij is. U zegt 2012. We zijn alle geloven. Ja, oké. Ja, in 2016 was 0,28% van de nieuwe wagens die elektrisch waren. Hè. Dus ik hoop echt dat we in die versnelling zitten. Maar ik heb daar ook nog mijn twijfels over. Opnieuw vanuit mijn eigen ervaring spreken. 7 jaar geleden toen ik mijn wagen kocht, dacht ik, volgende keer zal het wel een elektrische zijn. Maar ik ben ook op het autosalon geweest en ik heb daar heel weinig elektrische modellen gezien in vergelijking met al de fuzz dat er rondgegaan is. En heel weinig mensen die vragen stellen aan verkopers van en wat is de uitstoot en wat is de milieu-impact. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die totale ecologische score mee te nemen. Daar is over gesproken door meneer Verhoeven. Hè. Dus ik vind dat heel belangrijk. Dat is ook iets wat we in de Senaat gaan proberen te bekomen. Dat dat ook meegenomen wordt in de fiscaliteit. Wat dat voor mij wel belangrijk is, is als we spreken over oudere dieselwagens, dat is een zeker kapitaal voor mensen. En mensen die weinig kapitaalkrachtig zijn, en ik denk dat er weinig van in deze zaal zullen zitten, dat is niet zo evident om een wagen te vervangen door iets nieuws dat zuinig is, dat proper is, dat goed is voor het milieu. Dus ik denk dat we als overheid op een bepaald moment een redelijk verre datum moeten zetten en zeggen van vanaf dan is het gedaan met verbrandingsmotoren, maar mensen de ruimte geven om zich daarop voor te bereiden. Ja. Ik hoor je al zeggen, maar je moet gewoon wegstappen uit dat model van een nieuwe auto. Ik denk dat we één ding nu moeten doen. Als de politiek één verpletterende verantwoordelijkheid heeft hier vandaag, is dat er meer dan 50.000 auto's rondrijden zonder roetfilter, die gigantisch uitstoten, die we heel makkelijk kunnen oplossen. Want er moet verdomde politieke moed zijn om het te doen. En ik zie hem niet. Hè. Wie gaat het beslissen? Wie gaat het doen? Hè? Wel, ik heb daar nog over gesproken, over dat voorstel met Bianca de Baats, die dus na de regionalisering bevoegd is voor autokeurcentra in Brussel. En die heeft gezegd van ja, we gaan er echt werk van maken om die roetfilter die weggenomen wordt, om er effectief op te controleren in de autokeuringscentra, want dat is absoluut, absoluut een probleem op dit moment. Maar mag ik denk, even... Controleren we bestuurders als ze dronken zijn en niet auto's die uitstoten? Waarom doen we het niet? Waar halen we de moed niet vandaan om het niet te doen? De apparatuur bestaat, het is niet moeilijk. Je moet gewoon de guts hebben om het te doen. Ik heb u zo'n toestel zien presenteren, testen, mevrouw Van Bent. Ja, testen op de hier straat in Brussel. Waar u grote vervuilers er kan uithalen. Absoluut, ja, maar ik ben daar heel grote voorstander van. En wat mij betreft had dat ook in de Europese wetgeving staan als een verplichting. Dat heeft geen meerderheid gehaald. Het is niet gesteund geweest door de lidstaten. Maar je moet dat... toen ik nog verantwoordelijk was voor mobiliteit, lang, lang geleden in Vlaanderen, dan hadden wij zo een manier om
vrachtwagens op de weg te wegen, hè, terwijl ze rijden. Een beetje een vergelijkbaar systeem, maar dan met sensoren. Dan moeten ze nog van de weg halen en nog eens echt goed controleren, want daar zitten nog te veel foutenmarges op. Maar het is perfect mogelijk. We hebben camera's voor van alles en nog wat. We kunnen perfect er nog een paar bijzetten om op de weg, dus een systeem dat gewoon op de weg de luchtkwaliteit meet en onmiddellijk kan vaststellen dat er iets fout is, dan haal je die van de baan. Test je nog eens en dan weet je hoe laat het is. Er is iets te druk voor hier, dan moeten de auto's wat minder kort achter elkaar rijden. Ja, maar er zijn ongetwijfeld plaatsen te vinden waar we dat kunnen doen. We krijgen dat opgelost. Dus ik ben het helemaal eens met de verontwaardiging van Mark. Dat is compleet onaanvaardbaar. En dat gaat dat probleem, zolang er de verbrandingsmotor rondrijdt, gaat in de toekomst nog toenemen. Omdat natuurlijk er nog veel meer technologie gaat moeten worden toegepast om de normen te halen. En de mensen vinden dat vervelend of die vinden dat te duur om dat te vervangen. En dus dat is een probleem dat eerder zal toenemen dan af. Mag ik eens vragen, toen wij die reportage hebben gebracht, dan zei u, gaat dat heel hoog op de agenda zitten in Europa? De dag nadien werd duidelijk dat het al bekend was bij de eurocommissaris, heeft u zelf gezegd. En de reactie van Europa was nogal laconiek. Ja, wij weten dat dat gebeurt, dat weghalen van roetfilters. Maar wij gaan er niets aan doen, want wij weten niet hoeveel het gebeurt. Het is een illegaal circuit. Dat vind ik een heel merkwaardige redenering. Dan zou je misschien toch eens kunnen zeggen, laat ons vanuit Europa dan eens aan de lidstaten vragen dat ze dat toch gaan onderzoeken, hoe erg dat is. Ja, dat was de reactie van de commissaris. Hè? Ja. Nee, maar absoluut. En daar zal wel weer een pingpongspel. Daar is voorlopig, bij mijn weten, nog niks rond gebeurd. Nee. En u kan verzekeren dat dit jaar in de Brusselse testcentra performante apparatuur zal staan. Ik kan u verzekeren van niet. Annemie gaat daar vragen over stellen. Ik heb daar vragen over gesteld. En het probleem is, ik heb het daar straks aangehaald, bij het samenstellen van de regering, de nieuwe regering, waar ook uw partijgenoot Pascal Smet in zit, maar ook Bianca de Baas. Daar is nog niet de sense of urgency. Het staat niet politiek hoog op de agenda. Dankzij de burgers, ik denk echt waar, dankzij ouders die gaan protesteren aan schoolomgevingen, dankzij reportages die u maakt, is het wel veel hoger op de agenda gekomen en kunnen ze bijna niet anders dan. Maar ze moeten nog leren samenwerken. En dat is dan nog een tweede fase. Ik denk dat dat nog een zeer moeilijke kwestie is, niet alleen binnen de eigen regering. We hebben bijvoorbeeld de tunnels van Leopold II in Brussel worden helemaal met heel veel geld vernieuwd. Er wordt niks voorzien om daar die luchtkwaliteit zuiver uit te maken. Dat is een van de zwartste punten van Brussel, zijn de tunnels. Nieuw geld ja, en ik ga even naar hier van paarden via tunnels terug. Ja, ik zou graag debat eigenlijk willen opentrekken. Ja. Want wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk discussiëren of de sigaret met filter of zonder filter, of dat dan nu eigenlijk het roken plots gezond maakt. Ik denk dat het antwoord daar heel duidelijk nee op is. Discussie rond tunnels, zelfs rond overkapping van ringen rond Antwerpen. Ja, op zich, waar zijn we over bezig als we elektrisch gaan rijden? Als de zero emissie in het algemeen, als dat de toekomst is, waarom zijn we bezig over emissies van tunnels en overkappingen? Dus daarmee eigenlijk, ik denk dat het debat ruimer is. Het is belangrijk voor de huidige populatie en voor de huidige wagens. Maar toch nog voor een generatie, toch minstens voor een generatie over hun luchtkwaliteit. Het is een beetje en-en. Nee, maar dat blijft een probleem. Het zijn kinderen die nu slechte lucht inademen. Hè? Maar als we vandaag kijken hoe snel de evoluties komen. Elektrisch rijden, en dan kijk ik even niet naar de Belgische markt. Ik kijk zelfs niet naar de Europese markt. De grote evolutie komt vanuit China. De miljoenen wagens die dat daar geproduceerd worden. Alle Europese producenten en constructeurs zijn volop bezig met joint ventures in China. De volledige wereldproductie van, laten we zeggen, edele metalen is in Chinese handen. Ondertussen hebben zij de voorbije 50 jaar alles opgekocht dat er kon. Zij hebben het zeer strategisch gespeeld. Zij doen de volledige productie van technologie. Alles van consumer goods wordt geproduceerd. Alles van batterijen wordt geproduceerd in China. De volledige markt is volop booming business. Hè. Dus we moeten niet kijken naar de verkochte salesvolumes op de Belgische markt. Kijk even naar de Chinese markt. Als we dan, als we dit als perspectief nemen, de Europese markt gaat volgen. Eerst de Chinese, dan de Amerikaanse en dan pas de Europese. Dus als we nu
kijken nog altijd naar hoe kunnen we nu die diesel, die sigaret, hoe kunnen we die filter nu gaan verbeteren, denk niet dat dat het juiste debat is. We zijn volledig onze economie aan het afgeven naar de Chinese economie. Maar en de vraag is eigenlijk hoe dat we daar... Als we de zaal open trekken... Even naar de zaal, daar. Ja. Misschien moeten de twee gebeuren, absoluut. Hè? Ja. Maar, ja, ik heb meneer daar vanuit de zaal hier in het midden. Of u eerst, meneer, u wil daar even op inpikken. Ja, dus maar als ik het hoofd, dan zullen wij volledig afhankelijk zijn de komende 20 jaar, 30 jaar van elektriciteit. Dus ik heb toch mijn twijfel moeten herinneren dat het sinds 30 jaar, 40 jaar, zeggen wij altijd: oké, we zijn te veel afhankelijk van de olie, van de olieland enzovoort, en dan plots. Alles te elektrificeren, zou ik zeggen. Dus we meneer Massa. Ja. Opletten op dat vlak, omdat ik denk dat het, alleen dat is een beetje waanzinnig, dat is een oplossing, maar niet volledig. Elektrificatie, we hebben de voorbije jaren, de bevoorradingszekerheid, de blackouts, de brownouts, we hebben daar genoeg al inkt over laten vloeien. Nu, het grote voordeel van elektrificatie is dat je de elektriciteit zelf kunt produceren. We hebben verschillende bronnen van elektriciteit. Als we over olie spreken, zijn we compleet afhankelijk. We hebben nog altijd geen enkele oliebron, zelfs niet in de Kempen of in de Verre Limburg, gevonden. Dus we zijn qua elektriciteit, heb je de mogelijkheid biomassa, je hebt de mogelijkheid van steenkool, hebben we al lang verbannen. Aardgas is ook is eigenlijk niet meer rendabel vandaag. Nucleair zijn we ook aan het verbannen. Dus we weten voornamelijk wat we niet willen. Als we gaan kijken naar wat we wel willen, windmolens. Ja, eigenlijk willen we dat wel. En de zonnepanelen willen we eigenlijk ook. Maar zeker niet bij de buur als ik erop moet kijken. En niet vanachter in de tuin als ik op die windmolen moet kijken. Nu, de praktijk... Dus het is een moeilijk vraagstuk. Ja. Het is een moeilijk vraagstuk. Nu, als we vandaag kijken naar de evolutie... Elektrische wagens. En als ik er nu even... De CREG, dus de federale energieregulator, heeft daar een studie over gemaakt. Stel dat er 1 miljoen elektrische wagens... En dan denk ik dat we al over een mooie evolutie spreken. Ik zet er redelijk spectaculair. Geen einddatum op. Maar als je 1 miljoen, zit je met een totaal van 2,5% stijging. Van je totaal volume. Dat is peanuts. Hè? Dus peanuts, dat doen we met een paar zonnepanelen bij wijze van spreken bij te leggen. Nu, het grote probleem zit hem in de piekcapaciteit. Elektriciteit wordt op kwartierbasis gebalanceerd. Hè? Dus het is belangrijk om op een intelligente manier om te gaan met het laden van wagens. En je hebt twee manieren. Met alles in het leven kun je iets op een domme manier doen of op een slimme manier. Op een domme manier, wil zeggen tijdens de ochtendpiek of tijdens de avondpiek, nog in de winter. De wagen gaan opladen om 5 uur 's avonds dat we van thuis komen. De slimme manier is de wagen gaan dynamisch opladen. En eigenlijk gaan koppelen, en dat is die gigantische batterij. Ik kom uit de energiesector, ik heb containers gevuld. Wij hadden liefst oude batterijen, maar ze waren er niet, want de lifecycle, ze rijden 1 miljoen kilometer. Dus we hebben nieuwe daarin gestoken. We hebben nu net 18 megawatt Tesla-project in Maasmechelen geïnstalleerd. Ja. Wat doen die batterijen? Die balanceren het Elia-net, het hoogspanningsnet. En die doen niks anders dan de hernieuwbare energie stockeren op kwartierbasis, op uurbasis, binnen de dag. We hebben nog geen seizoenstockage daarmee. Dat is nog een ander. Maar daar hebben we nog, qua aardgas is daar een mooie oplossing. Aardgas dat de minst vervuilende fossiel alternatief is. En ik kan even een punt maken. Ja, en daarmee is die een auto net de oplossing voor die energietransitie. Dus op een slimme manier is het niet het probleem, maar net die oplossing. En dat is de manier waarop we het moeten aanpakken. Goed, er was nog één vraag van meneer hier uit de zaal in het midden. Dan gaan we over naar het volgende item. En dat was u in leaseplan, maar dat gaan we straks even doen. Hè. Ja, meneer, zegt u het maar. Dank u wel. Mijn naam is Marjan Sokos. Ik ben voorzitter van IG Belgium. Ik geloof dat daar het woord zijn. Ik heb al 6 jaar elektrisch. En dan wordt er ook wel weg. Ja. Ik geloof absoluut het verhaal van ik. Hè. We gaan naar een mobiliteitsverhaal, een soort van Netflix-abonnement dat je gaat betalen. En je gaat dan overal naartoe kunnen rijden. Al dan niet uitzonderlijk met een pakfiets als het inderdaad niet veel kilometers. Wel 23 kilometer. Zou ik niet doen met de fiets? Nee. Goed. Kwestie van oefenen, hè? Maar, ja. Uw vraag? Mijn vraag is eigenlijk het volgende. Ik denk dat het elektrisch verhaal
hetzelfde is als we hebben meegemaakt met de gsm. De eerste gsm's die op de markt kwamen waren gigantisch duur. En dat is enkel voor de rijke mensen op het tennisclub. En als je dat had, waren een juppie en dat was eigenlijk dat dan. En 2 jaar later had iedereen een gsm. En als je ernaar vraagt, kunnen we nog zonder onze gsm? Ik heb de oefening nu niet laten doen, maar ik zou mijn gsm niet aan mijn buurman doen. Maar dus de realiteit is van die illusie gaan ze komen. Ja. Yes, sorry, dat is wel zeker. En heeft u een vraag daar concreet over of is het een statement? Ik zie nog heel veel fake news. Ik sta Een statement er juist wordt gemaakt door in Missia, dat een kleine benzinewagen properder is dan een elektrische wagen of een grote elektrische wagen. Dat snap ik niet. Dat moet mij eens uitleggen. En toch is dat zo. Als ik zie een elektrische auto, we spreken ook over non-tailpipe emission, en dan zie je dat daar ook deeltjes zijn. Maar dat is op zich het probleem niet. Het probleem dat die kleine benzinemotor nu beter dan elektrisch is, dat doet eigenlijk niet ter zake. Het doet ter zake dat heel die mobiliteit verandert en dat dat autonoom zal worden en dat eigenlijk de energie of de drager die wij gebruiken niet meer zal bepaald worden door de persoon die mobiliteit gebruikt. Dus het ding komt er volledig los. We voeren te veel een emotioneel debat. En het is geen emotie, het is ratio. We gaan naar het volgende punt. Filip. Gaan we dat eerst doen dan? Of, mag ik nog eventjes reageren? Ja, heel kort. Heel kort. Ja. Persoonlijk ben ik er nog steeds van overtuigd. Elke kilogram meer die we verplaatsen, is een kilogram meer die we verplaatsen. Zwat, los daarvan is het wel zo dat het een utopie is om te geloven dat mobility as a service het verkeersprobleem en het mobiliteitsprobleem gaat oplossen. Mobility as a service is iets waar ik persoonlijk van droom. Het is mijn ultieme droom. Maar wat zal er gebeuren is, mobility zal veel toegankelijker worden, waardoor dat de doelgroep veel groter wordt en dat er veel meer verplaatst zal worden. Oudere mensen die heel moeilijk over hun auto kunnen bezitten, die heel moeilijk met openbaar vervoer overweg kunnen, die beperkte mobiliteit hebben, die gaan plotseling overal naartoe kunnen en die gaan daar gebruik van maken. Dus wat dat er gewoon zal gebeuren, is dat de kost per kilometer... Je vergeet de C van connected. Connected betekent dat die auto's niet ook, die fleets, zelfs niet individueel gaan rijden. En ik ben zeker dat straks hier ook terugkomt. Je bent een man van modellen en van cijfers. Ja. Kijk gewoon de modellen na op het moment dat auto's met elkaar communiceren, wat er dan gebeurt. Zelfs als je evenveel auto's of zelfs het dubbele aantal verplaatsingen op de weg loslaat, dan is er geen verkeersprobleem meer. Gewoon omdat die auto's geconnecteerd zijn. Onze verkeersproblemen ontstaan door mensen en niet door het aantal auto's onderweg. Goed. U bent een vooruitgangsoptimist, dat is duidelijk. Hier realist misschien. Maar goed, er is wel een punt natuurlijk. Hè. Er worden nieuwe doelgroepen door zelfrijdende auto's bereikt die er vroeger niet waren. Kan. Ik moet zeggen, persoonlijke ervaring, ik heb zo'n prachtige elektrische auto op waterstof gereden van Toyota. Schitterend. Maar ik stond 's morgens ook in de file. En dan dacht ik, misschien is er toch nog een andere mogelijkheid. En ik ga u daar wat meer over laten vertellen. Zit er politie in de zaal? Als ik in de file sta, dan gaat mijn laptop open en dan kan ik werken. Ja. En dat is de toekomst van mobility. Je staat zelfs niet meer in de file. Maar ik ga het woord laten aan Mimos. En die gaat uitleggen hoe het bij Leaseplan dat misschien wordt geïnitialiseerd al. Hè? Want jullie zijn al eens met elkaar op weg geweest, heb ik begrepen. Twee collega's van Leaseplan, vermoed ik. Okay. Nu, je hebt er juist gezegd, we hebben misschien een realist hier ook in de zaal. Leaseplan is heel praktiserend vandaag. Hè. Dus we zijn niet aan het fantaseren of aan het conceptueel denken van elektrische mobiliteit, hè, is ook al aangehaald, is een activiteit van vandaag, niet van morgen. Is geen futuristisch gegeven niet meer. Mm-hmm. Zowel, kan u maar... kort uw punt maken wat jullie doen? Want ja, een beetje dus op de tijd letten, natuurlijk ook. Wat we vandaag, zowel de fiscaliteit is gunstig,
De gebruikskosten van elektrische wagens zijn gunstig. Het aantal modellen is iets wat nog sterk dient te evolueren. Mm-hmm. Maar met de wagens die vandaag op de markt zijn, ze zijn ecologischer, ze zijn goedkoper. Zelfs in leasing zijn ze zelfs toegankelijk voor mensen die het aankoopbudget niet kunnen betalen. Dus de oplossingen zijn er. Doet u concreet nu? Dus wat wij het concreet daar rond doen, is bijvoorbeeld de leasingwagens aan superinteressante condities eigenlijk aanbieden. Want de restwaarden voor elektrische wagens zijn aan het stijgen, de diesels zijn aan het dalen. Mm-hmm. We hebben de laadinfrastructuur, we hebben thuisbetalingssystemen. Eigenlijk heel het ecosysteem. En dat is een nieuw ecosysteem dat aan het opzetten is. Die ecosystemen die worden ontwikkeld, die zijn er vandaag. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hetgeen ook de uitdaging van vandaag. Het is niet alleen een discussie conceptueel. Doe het gewoon. Ja. Doe het gewoon morgen. Ja. De zaken zijn er. En de trends zijn er uiteraard van het autodeelsystemen enzovoort. Maar puur in de praktijk. Begint met desnoods één wagen. Verbetert uw ecologische voetafdruk. En stopt de discussies om te zeggen van ja, maar ik heb nog geen oplossing voor 100% van mijn populatie. Mm. Dat moet niet. Is iedereen daar al in mee? Want doet dat als leasingmaatschappij. Er zijn er andere waar je moet gaan zoeken, vruchteloos, naar een elektrische auto. Ja, vandaag, en eigenlijk als land, dat zit een stuk in ons DNA, we zijn redelijk conservatief. Hè. Als iets te nieuw is, dan kijken we eerst van hoe. Hè. Als eerst in Nederland 4 jaar heeft gewerkt, dan denken we het ook nou om het te gaan implementeren. En dat is hier eigenlijk ook. Bedrijven zijn redelijk conservatief. Je wilt niet weten hoeveel bedrijven vandaag nog met een carpoolpolicy zitten, waar dat de werknemers de keuze alleen hebben tussen diesel en diesel. De eerste trend richting benzine die is ingezet. Maar eigenlijk, of dat nu diesel of benzine of gas, dat zijn wel fossiele brandstoffen met emissies. De volgende stap naar het emissieloze, dat is iets waar je de bedrijven moet helpen. Je moet hen dat uitleggen, je moet hen daarin begeleiden en eigenlijk het werk gaan doen voor hen. En de maatregelen die een overheid neemt van leasingcontract 120% aftrekbaar, geen inschrijvingstaksen meer, kan daar vanuit de overheid nog iets extra gedaan worden? Plots. Ik neem aan dat jullie dat toejuichen in de ontwikkeling die jullie willen. Ik ga een heel stout statement, hè, want meestal vraagt... Kijk, stout statement, daar ben ik voor. Hè. Dat is goed. De sector zegt altijd van hè, nog meer en nog meer en nog meer. Ik denk qua fiscaliteit, qua federaal gegeven, is er eigenlijk vandaag, als je puur in kosten netto bekijkt, is het daar. Hè? Een elektrische Golf van 40.000 euro is voor een bedrijf goedkoper dan een 1600 diesel van 27.000 euro. Dus die praktijk is daar. Moeten we dan nog extra subsidie gaan aanvragen? Nee, ik ben anti-subsidie. Misschien beter promoten. De communicatie daar rond. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijke. Ik geloof dat zelfs CD&V dat voorstel heeft gemaakt van bedrijfswagen. Wilt je aftrekbaarheid? Alleen nog maar elektrisch. En het is door de steden, het initiatief van de steden, door gewoon de diesels te bannen, dat mensen wakker schudden. En door het feit dat je nu moet kiezen voor een auto en die binnen 8 jaar moet verkopen, wetende dat je er nergens niet meer mee kan, residuwaarde nul, dat je mensen vandaag een gedragsverandering hebben. En ik denk dat het ook vanuit de politieke kant, we moeten niet denken aan subsidies, maar taxeert benzine en diesel naar de werkelijke emissie. WLTP, zoals in Noorwegen. Voilà. En eigenlijk hoef je de anderen niet te gaan subsidiëren, taxeert gewoon conform de werkelijke emissies en communiceert voornamelijk en brengt een duidelijke visie naar boven. Dus ons voorstel, dat klopt, is deze morgen ook nog eens voorgesteld in de commissie Mobiliteit. Dus de Fast Lane to Electromobility. En een van die voorstellen is inderdaad om te zeggen dat we nieuwe salariswagens vanaf 2025 enkel nog aanvaarden als ze niet op benzine of diesel rijden. En van een trickle-down effect te krijgen, want die auto's die gaan redelijk snel naar de tweedehandsmarkt. Maar
En dat is uiteraard een prachtig voorstel. Niet omdat het van ons is, maar het is gewoon een goed voorstel. Maar los daarvan denk ik dat mensen ook bewust gemaakt moeten worden van de kostprijs van het hebben van een wagen. Ik zie dat mijn generatie, ik ben 35, daar anders over nadenkt. En vrienden van mij die wagens weggeven omdat ze die parkeerstress niet meer willen hebben, zeker in de stad, en die gewoon volop met Uber gaan, die met Filo werken, die met MIVB werken, en die op andere manieren zich verplaatsen, daar geen behoefte aan hebben. Als mensen zouden weten, en misschien kan de overheid daar op een of andere manier bij sensibiliseren, hoeveel kost dat nu eigenlijk een wagen? De afbetaling, het hebben van een garage dikwijls, boetes die je op een of andere manier toch zult krijgen, uw verzekering, uw tankbeurten. Ja, dan kom je gemakkelijk aan 600, 700, 800 euro per maand. Maar heel weinig mensen beseffen dat. En dus ik zeg dat dikwijls tegen klassen die op bezoek komen in het parlement. Zeg, mannen, wie van jullie heeft een rijbewijs, wie wil er een hebben? En wie wil meteen een auto? Ik zie dat percentage echt zakken. In mijn jaar, ik ben in het zesde middelbaar zat ik in 2001, ongeveer iedereen wil meteen een wagen hebben. En er waren één of twee zeer vreemde, ja, tree huggers, zouden we nu zeggen, die dat niet wilden. Ja. Nu is het 40% die dat niet wil. Hè. De helft wil dat niet meer. Ik zag je zo op een gegeven moment knikken. Ik vind dat een heel ouderwetse visie van het CD&V om nog salariswagens verder fiscaal aan te moedigen en zo. We moeten dat helemaal gewoon weg, dat systeem, een volledig andere denkwijze, een mobiliteitsbudget. En eigenlijk wat mij het meest stoort, hè, de mensen die nu al, ik weet niet hoe lang, inspanningen doen. Ik reken mijzelf daarbij, maar een hele grote groep van mensen die bewust geen auto bezitten, die worden nu eigenlijk niet beloond. Maar het zijn wel zij die ervoor zorgen dat... wij maken de files niet. Wij dragen niet bij tot de slechte lucht. Hè? Dus tal van... En wij worden op geen enkele manier beloond. En dat is een grote groep. En die groep wordt altijd groter. Heb je cambio-anemie? Die groep, ja. Voilà. Dan heb je ook een auto, hè? Die groep wordt elke keer groter. Dus ja, de jonge generatie wil daar niet meer bij horen. Ja. Dus gewoon die salariswagens afschaffen. Mobiliteitsbudget, dat is veel eerlijker. En dat is de toekomst. Federaal, en dat is de 21ste eeuw. Ja, mevrouw Van Brennen, ik zie u nu enthousiast naar uw microfoon duiken. Ik ga toch een beetje op zijn kop zetten. Die salariswagens, hè, want dat is een... Nu is echt een Belgisch fenomeen. Geen betoog, kort, oké. Okay. Die salariswagens, als je dat gewoon zomaar afschaft, en ik ben niet voor salariswagens, dan gaat je wel veel mensen aan hun inkomen zitten. Hè. Dus je moet wel een alternatief hebben dat mensen hun koopkracht behouden. Dat is één. Mobiliteitsbudget. Twee, ik heb het er net al vernoemd en ik zou er nog wel eens een pleidooi voor willen houden. Wat je vooral moet doen, voordat je zegt tegen iedereen uw auto gaat 10 keer duurder worden, hè, is... in de alternatieven investeren. En als ik alle experts hoor, en ik ben het er allemaal mee eens, en ik vind dat super tof, en ik hoop dat we allemaal in die richting evolueren, dan vraag ik me af waarom dat er in Vlaanderen nog geïnvesteerd wordt in nieuwe wegen. Dat is complete onzin. Hè? Maar ik zie geen enkele politieke meerderheid groeien die zegt, het is nu gedaan met het investeren in nieuwe wegen. Ik bepleit dat in Europa, in het algemeen. Hè? Ik zeg, ik heb ook geen meerderheid in Europa, hè? Maar ik vind dat alle financiële middelen die we in Europa via cohesiemiddelen, weet ik waar, gaan over miljarden geld, dat die niet meer mogen gestoken worden in het ondersteunen van de fossiele brandstofeconomie. En ik denk, als je die middelen gebruikt om dan een ander sociaal alternatief te geven, dat we dan ook op het juiste pad zijn. En ik eindig met één ding. Ik heb veel het woord Uber horen vallen. Ik neem nooit een Uber. Echt nooit. Uit principe. Omdat ik vind dat dat compleet... asociaal is en aan sociale dumping doen. En in heel uw sustainability discours, hè, is sociaal ook belangrijk. Dat mensen een deftig inkomen hebben als ze u van A naar B, voeren. Dat vind ik even essentieel dan ervoor te zorgen dat er propere lucht is. Oké, goed. En nog één afsluitende opmerking. Misschien moet maar 120% korting gegeven worden aan elektrische auto's die rijden met een groene stroomcontract. Ik zeg zomaar iets, want als je... Ja. Uit steenkool elektrisch rijdt, dan is het niet veel beter. Hè? Meneer, u als laatste. Straks is de aftrekbaarheid die 120% gevallen. Maar dat is eigenlijk een fictie. Want die 20% die je meer moet afschrijven, die gaat gewoon bij de uitgestelde winst. En als je die ooit terug uitkeert, dan moet je de belasting erop betalen. Ik bedoel, dat is gewoon een leugen. Ja. Zo groot lekker is. Heeft u nog een vraag?
Nee, maar, buiten ja, die bemerking. Maakt die 120% reëel aftrekbaar. Ja, oké. Okay. Goed. Ja, ja. Voilà. Wij niet, hè. Ik ga over naar de volgende. Maar jij wou nog iets? Nee, ik ga gewoon voortgaan. Philippe, ik kom naar jou. Hè. De laatste uiteenzetting over natuurlijk ook waar het eigenlijk allemaal om draait. En dat is onze gezondheid. Er is hier over fake news gepraat en over grote en kleine EV's. Ik ben met beide akkoord. Maar onze EV's zijn 8 keer beter voor onze gezondheid. En dus als je hier gaat kijken naar toxiciteit, een beetje chemisch en dit, en maar dus ook fijnstof. Leg het simpel uit, want ik kom en, zelfs... En als je een belangrijke is dan... Ja, je hebt geen uitlaat meer met een elektrische wagen, maar natuurlijk die non-exhaust. Hè, de banden, de remmen en dergelijke. Ja, wegdek. Ja... Banden en wegdek, hè, dat is vaak een iets zwaardere auto, maar dat zijn eigenlijk grovere partikels. De echt slechte toxische partikels zijn deze van het remmen. En bij een elektrische wagen ga je maar in 1 van de 3 gevallen remmen, want je remt continu op de motor als je geen gas geeft. En dus daar zie je dan van dat die dus toxiciteit sterk daalt. Ja. Hetzelfde rond CO2 is heel belangrijk, maar eigenlijk nu is het al zo, hè, als je naar vergelijkbare wagens gaat kijken, dat een gemiddelde elektrische wagen de helft CO2 uitstoot in een levenstermijn van 200.000 kilometer. En dit gaat alleen maar verbeteren naar hernieuwbaarheid en dergelijke. Oké, ik zie... iemand hier ja knikken en ik zag Mark nee knikken. Of toch zo van... De non-tailpipe emission is ook ultra fijn. Oké. Okay. Dus simpel gezegd, het fijnstof van uw remmen en uw slijtage van uw banden is ook zeer klein. Dus niet groter. Het verwonderlijke is dat het wegdek de belangrijkste is. Ja. Het is zijn nieuwe We moeten van een asfalt remmen. Af. Het is vooral uw wegdek. Oké. Okay. Ja, nog even kort. Ja, de grootte maar. Van partikels is er toch wel een groot verschil. Toch een groot verschil. Het is inderdaad ultrafijn. Dus er is een studie aan doen. Maar uitlaatgassen zitten we in de grote orde van 10 nanometer, terwijl dat we met asfalt in de grootte zitten van 10 micrometer. Dus... Oké, okay. Toch. Toch schadelijk dan. Maar hier, u wou nog even iets zeggen daarover? Of, Ja, ik denk ook hetgeen dat je er juist suggereerde. Elektrische wagen is inderdaad zo groen als de elektriciteit die dat erin gaat. Maar toch ook de opmerking dat zelfs op steenkool, hè, want dat is iets dat je dikwijls hoort, van ik krijg op steenkool elektriciteit, zelfs dan is het 10 tot 20% efficiënter qua CO2. Ja. En dat is ook hè, de oefening die er straks werd gemaakt van hè, we gaan een mini-klein benzinewagentje vergelijken met een grote Tesla, want uiteindelijk denk ik niet dat je een antwoord hebt gekregen op je vraag. We moeten appelen met appelen vergelijken. Een klein elektrisch wagentje is sowieso tot 90% voordeliger naar alles emissie, lifecycle gewijs. Recycling kan gedaan worden. Voordeel nog van elektrische wagens is dat ze 1 miljoen kilometer rijden in plaats van 200.000 en dus groot op moeten. Hè. Dus ja. Een elektrische auto is nog eens al 5 gewoon benzine- of dieselauto's. Hè. En als we dan kijken naar de elektriciteit klein met klein, die dat we erin steken... we hebben het alternatief, we hebben de mogelijkheid tot het zelf te produceren. Eigen zonnepanelen, batterijen in de garage. Eigenlijk overdag de elektriciteit stockeren, 's avonds de elektriciteit gebruiken om de auto op te laden. Als je wilt weten hoeveel miljard, ik geloof dat we om en bij de 1 miljard per dag naar het buitenland sturen voor aankoop van olieproducten. Hè. Dat is iets volledig in de economie dat we in eigen beheer kunnen gaan doen. Oké. Okay. Sterk statement vanuit de politiek nog. Gezondheid, auto's, elektrisch, beter. Ik wil er maar 1 ding aan toevoegen. Ik hoop dat je dat toch bedoelt in een Europese context. Want ik denk dat Vlaanderen op zich onvoldoende capaciteit heeft om zelf helemaal 100% hernieuwbaar te worden. Absoluut. Maar we kunnen dat op een Europese schaal, waar er altijd... We hebben de Alpen, ja, we hebben de en Noren, interconnectie en voilà. De Sahara. En de Sahara, voilà, waar dat dus om komt. Uit Afrika. Ja. Goed, ik denk dat we er zijn, ongeveer. Tenzij u nog een gigantisch intelligente en mind-blowing afsluitende bemerking heeft. Het is niet echt mijn professioneel onderwerp, maar ik heb toch de vraag die mij persoonlijk bezighoudt.
is als er dan inderdaad naar de politiek toe, ja, als er dan inderdaad de wil is van elektrische wagens naartoe te gaan en naar zero emissions en zo verder. Waarom zitten we dan in België en zeker in Vlaanderen nog steeds in een context waarbij dat mensen belast worden op het potentieel maximaal vermogen van zonnepanelen op hun dak? Waarom mensen niet gewoon laten investeren in zonnepanelen en eventueel zelf stroomproducent laten worden? Kan dit er nog bij? Dat gaat over de prosumententarieven, maar... daar zeggen de mensen, wat. Ik ken dat technisch ook niet, maar ik denk dat je, het debat, ik ben absoluut voor, laat iedereen zijn dak, hè, laat dat, en ook mekaars dak en ook het dak van het supermarkt in de buurt en zo. Hè, want heel veel mensen wonen ook in appartementen, gaat ook in de toekomst meer zijn. Dus dat moet echt een verhaal zijn van coöperatieven en collectieven in wijkniveau en zo. Hè, dus laat dat alsjeblieft bloeien als er daar beperkingen op zijn. Dan moet dat zeker worden tegengehouden. Maar ik denk wel dat je een goede balans moet maken tussen degenen die produceren en degenen die dat niet kunnen. Dat iedereen wel mee, op een of andere manier, samen meedraagt aan de infrastructuur die globaal nodig is. Ook de grotere interconnectie. Hè. Dat we daar een goede balans... Ik denk dat dat een van de problemen is. Maar... Ja, dat was de bedoeling van de... Van het prosumententarief. Maar het is wel met zonnepanelen eigenlijk helemaal niets meer betalen. Nee. Er wordt aan gewerkt trouwens. Het zou kunnen binnenkort met de slimme meters, maar dat is dan helemaal mijn materie, dat u stroom toch gaat kunnen verkopen die op overschotten heeft. Maar dat is een addertje onder het gras, dat kent u ook. U zal de stroom verkopen wanneer die spot goedkoop is en u zal hem aankopen wanneer die duur is. Dus misschien toch nog niet zo goed. Goed, maar dan zitten we in een totaal andere materie over zonnepanelen, windmolens. Kunnen we misschien nog eens... een ander debat houden, hè, Filip, waar is hij? Ah, daar staat al klaar om af te sluiten. Maar ik denk hier dat we voor een disruptief moment staan. Ik geloof dat wel. En dat het bijzonder snel zou kunnen gaan. Als je de parallellen neemt met onze mobieltjes, hoe snel dat gegaan is. Misschien rijden we over 10 jaar toch allemaal anders of elektrisch. Of vliegen we skateboardgewijs back to the future. En we komen er wel. Hè. We moeten wel. Denk ik. Oké. Dank u wel voor zo geduldig te luisteren naar dit debat. Filip zal de avond afsluiten en dan kunnen we met z'n allen nog iets knabbelen en drinken, zeker toch? Ja, oké. Okay. Ik ging hetzelfde dankwoord van die aandacht volgehouden door jullie brengen. Maar ik wens ook het panel en de moderator te danken. Dus ik hoop dat jullie het mij vergeven dat het een volle avond was. Dat de politici het vergeven dat het echt met heel veel interactie was. En ik wil iedereen daarvoor danken. We geven een mooi boek van Peter Teffer. Journalist van bij EU Observer. Dieselgate, hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde. Iemand hier in de zaal heeft daar het voorwoord voor geschreven, mevrouw Van Bremt. En ook het onvermijdelijke luchtkwaliteitskwartetspel van Clean Air Lovers. Ik bedank ook alle sponsors en laten we er nu een op drinken. En daar kan dan verder gediscussieerd worden. Zij heeft dat al.